Goedemorgen. Goedemorgen. Ik open dit ronde tafelgesprek over het geldstelsel. Ik wil iedereen van harte welkom heten. Allereerst natuurlijk de insprekers. We spreken in de twee ronden, daar kom ik zo nog op terug. Ten tweede natuurlijk iedereen op de publieke tribune. En overigens is er ook een andere zaal aangesloten. Dat is de zaal beneden, de Wittewaal-Stoetwegenzaal. Dus ook daar in die zaal, u kijkt via scherm, van harte welkom in de Tweede Kamer. Ook welkom aan de collega's, Kamerleden. Even de orde van de vergadering. We doen in twee blokken, krijgen we twee keer vier of één keer vier en één keer vijf insprekers. De gebruikelijke manier is dat de insprekers een paar minuten ieder een korte inleiding doen. En daarna is er een ronde van vragen door de Kamerleden. En ieder Kamerlid, als ik dit aantal zo zie, gaan we zeggen dat ieder Kamerlid één vraag eerst stelt. Die verzamelt u. Ze zullen aangeven aan wie ze die stellen. En dan kunt u die vervolgens beantwoorden. En dan kijken we daarna hoeveel tijd er nog over is. Maar we krijgen straks dus eerst uw inleidingen. Ik wil iedereen vragen om hier geen opname te maken, maar u wel meteen een helpende hand bieden. Is dat bij uitzondering is hier in de Kamer geregeld dat deze bespreking gaat vastgelegd worden en komt notabene beschikbaar op YouTube. Dus ook de Tweede Kamer gaat mee de 21ste eeuw in, zullen we maar zeggen. Dus, ja. Dan had ik begrepen dat mevrouw Thieme wilde nog even een punt van de orde maken. Dus graag even mevrouw Thieme het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, mijn fractie is erg blij met het burgerinitiatief en ziet ook uit naar het debat. Dit rondetafelgesprek kan ik helaas maar heel kort bijwonen, aangezien straks in de plenaire zal het debat over de vluchtelingenproblematiek gaat plaatsvinden. Daar moet ik aanwezig zijn. Dus mijn excuses daarvoor, maar mijn medewerker zal uiteraard dit hele rondetafelgesprek aanwezig zijn in de zaal. Oké, dank u wel. Dan denk ik dat we direct over kunnen gaan naar de eerste. Wij zelf hebben ook nog een puntje van de orde. Oké, dat ja, is ook een noviteit. Want wij nemen aan dat deze bijeenkomst toch voor een groot deel is ingegeven door ons burgerinitiatief. En dat ook de position papers die dan in het kader daarvan zijn geschreven, dus daar eigenlijk op reageren. Maar nou hebben wij gezien bij de position papers, met name van de partijen in het tweede blok, dat daar eigenlijk nogal wat misverstanden staan. Zoals, om een voorbeeld te noemen, dat het idee zou zijn dat de overheid kredietverlener zou moeten gaan worden, zou moeten gaan bankieren. Dat is wat ons betreft totale onzin. Maar dan, wil ik u even, dan ga ik u even onderbreken, want dit is al een heel aardig begin van uw inleiding. Nee, dus wat ik voorstel, wat ik dus voorstel is dat u nu start met uw inleiding. Daar kunt u ook hier al dingen van zeggen. Dus u kunt hier ook al bepaalde vraagtekens die u heeft, zou u ook in uw inleiding al kunnen aanleggen. Dus misschien wilt u heel even uzelf eerst voorstellen, dat u zegt van ik ben die en die en dit is mijn achtergrond en dan uw inleiding doen. Als u dat zou willen doen en dan neemt u al deze punten gerust mee. Oké. Ik ben Edgar Wortman, ik ben jurist en ik ben de schrijver van de tekst en toelichting van het burgerinitiatief. En heb zelf ook mijn eigen position paper ingebracht te downloaden van de website van de Tweede Kamer. Het puntje van de orde dat ik wil maken is dus dat, de position papers die we al hebben kunnen zien van mensen in het tweede blok, dat daar eigenlijk nogal wat misverstanden in staan. Nu ben ik verbonden aan de Stichting Ons Geld. En de Stichting Ons Geld die zet zich in voor een debat over geldcreatie en hoe dat gaat in het monetaire systeem in Nederland en wat voor gevolgen dat heeft. En helderheid van de discussie is enorm belangrijk daarin. Dus daar willen we iedere keer op hameren. Nou is het puntje van de orde dat ik hier wil maken, is dat wij graag in het tweede blok, nadat de mensen daar gesproken hebben, dan nog in de gelegenheid krijgen om met hun, in discussie te gaan, ook wat vragen te stellen, zodat in ieder geval die verschillen van inzicht waar het om gaat en misschien zelfs gewoon definitieverschillen helder worden. Dat draagt bij aan de discussie waar het hier om gaat. Dus dat is ook even een vraag aan u, meneer Duisenberg. Nou, daar kom ik dan, want we hebben straks 10 minuten even pauze tussendoor en dan gaan we dan even kijken hoe we daarmee omgaan. Ja, dus dan gaat het nog over. Dank u wel. Dan wil ik, voordat ik eigenlijk mijn 2 à 3 minuten ga invullen, het woord laten aan meneer Van Houts. Want die is toch eigenlijk, de primaire aanleiding waardoor we het volume hebben gekregen om dit onderwerp aan de orde te stellen. Dank u wel. Voorzitter, geachte leden van de Tweede Kamer. Ik vertegenwoordig hier behalve het burgerinitiatief ook de toneelgroep De Verleiders hier aanwezig. Leopold Witte, Tom de Ket, Pierre Bokma en Victor Leuf.
Ik spreek tot u als burger in onze democratische samenleving en ik klaag u aan. Ik klaag de leden, ik klaag dit huis aan. En mijn aanklacht is vervat in een zevental verbijsterende vragen. 1. Waarom hebben wij een geldstelsel dat zich onttrekt aan democratische verantwoording en controle? Vraag 2. Waarom laten wij 95% van de geldcreatie over aan commerciële bedrijven met een winstoogmerk? Vraag 3. Waarom gunnen wij de allocatie van die 95% nieuw gecreëerd geld puur en alleen aan dezelfde commerciële bedrijven? Zij en zij alleen bepalen waar dit geld terechtkomt, bij wie en tegen welke voorwaarden. Vraag 4. Waarom laten we het voordeel uit geldcreatie niet ten goede komen aan het algemeen belang? Vraag 5. Waarom dulden wij dit elitaire geldcreatiestelsel dat stamt uit de tijd van voor de democratie? Uit de tijd dat doodstraf, slavernij en kinderarbeid nog gemeengoed waren. Vele van deze kwesties zijn in de loop der tijden toch ten goede gemoderniseerd. Vraag 6. Waarom leren scholieren, studenten en journalisten niet dat commerciële banken de geldpers in handen hebben en voor eigen belangen exploiteren? Vraag 7, laatste vraag. Waarom weet 99,9% van onze bevolking niet hoe dit geldstelsel werkt? Kleine toevoeging, 99,9% van de bezoekers, 110.000 mannen en vrouwen, veelal hoog opgeleid, van onze voorstelling door de bank genomen, denkt dat de staat over het geld gaat. Dat de staat de geldhoeveelheid creëert en beheert. Dat wordt ook door iedereen als logisch en rechtvaardig beschouwd. Dank u wel. Is er nog een andere inspreker die hier wat wil toevoegen? En misschien een microfoon? Ik zou graag het algemene verhaal van het burgerinitiatief in een notendop even willen schetsen. Dat begint hier. De wetgever is belast met de regeling van het geldstelsel. Dat staat in de grondwet, artikel 106. Maar deze regeling die schiet thans tekort. Met name rondom de schepping en de toedeling van giraal geld ontbreken elementaire juridische kaders. In de toelichting op het burgerinitiatief hebben wij dat nader uiteengezet. Ons geldstelsel wordt thans gedomineerd door het bankwezen. Zij exploiteren de geldpers en bepalen wie onder welke voorwaarden geld in handen krijgt. Zij doen dit middels kredietverlening, het beloven van geld of betaling. Beloftes van banken functioneren als geld in onze samenleving. Eigenlijk is er te weinig geld in omloop, waardoor we het met deze beloftes moeten doen. De geldhoeveelheid en het commerciële bankbedrijf zijn intens met elkaar verstrengeld. Bij gevolg zijn banken in staat hun risico's op anderen, zoals overheid en belastingbetaler, af te schuiven. Wij kunnen banken niet failliet laten gaan, omdat we anders ons geld zouden kwijtraken. Wij pleiten dan ook voor een ontvlechting van geldomloop en bankbedrijf. De overheid moet daarbij gaan zorgen voor de maatschappelijke geldhoeveelheid. Banken moeten bankieren, dat wil zeggen krediet verlenen op basis van bestaand geld. De overheid is de aangewezen partij om dit geld aan de maatschappij beschikbaar te stellen. Een overheid die de geldpers en anderen uit handen geeft, wordt zelf, zoals nu, schuldenaar. Ze betaalt rente over het geld dat de maatschappij eenvoudigweg nodig heeft om te kunnen functioneren. Ons geld wordt gehuurd van banken. Dat is fout en onnodig. De overheid moet zorgen dat er voldoende geld in omloop is, zodat ieder op een behoorlijke wijze... Even één ogenblik. Het is een start van de vergadering. Het duurt even, dus het duurt een minuut ongeveer. Hoeveel ga je voorlezen? Wat zeg je? Hoeveel ga je voorlezen? Helemaal. Wat is het te lang? Dat is veel. Dat is te lang. Dat is te lang. Te lang? Dat is te lang. Je moet het afronden. Ik werd al bijna 2 minuten bezig. Ja, ik zit nou te zwijgen. Ja, wacht op de bel. Nee, maar als het 6 zijn. Nee, dat is veel te lang. Veel te lang. Ja? Ja, veel te lang. Oké. Okay. Het doet uit je hoofd. Je kunt het al uit je hoofd. Gaat deze bel van onze tijd af? Het woord is weer aan de heer Wortman. Het verlenen van een bankvergunning is nu feitelijk verlening van een privilege om geld te scheppen.
Merkwaardig is echter dat de bankvergunning nog de wettelijke basis daarvan dit met zoveel woorden vermeldt en reguleert. Het privilege van chirale geldschepping wordt zonder tegenprestatie vergeven. Het wordt evenmin omgeven door regels die borgen dat er op een maatschappelijk verantwoorde, transparante en afrekenbare wijze mee wordt omgegaan. Wat willen wij nu met dit burgerinitiatief? Wij wilden dat er een heldere scheiding gaat komen tussen geld en krediet. En geld, dat is iets wat de overheid gaat maken en beschikbaar gaat stellen. Krediet is iets van de vrije markt, iets van contracten tussen partijen onderling. Waarbij wij graag willen dat die partijen zelf hun risico's gaan dragen en niet langer in staat zijn gesteld dit af te wentelen ongevraagd op derden zoals overheid en belastingbetaler. Wat wij voorstellen, dat laten we zeggen, dat lijkt enorm ingewikkeld, maar hoeft dat niet te zijn. Het kan met eenvoudige middelen gerealiseerd worden. En daar zal ik graag samen dadig op vragen ingaan. Voor eerst nog dit. Niet eerder was de monetaire macht geheel transparant, verantwoord en dienstbaar aan het algemeen belang. Deze elementaire macht is altijd speelbal geweest van machthebbers, prinsen, koningen of zoals nu bankiers die er een voordeel mee doen, zonder daar de door ons gewenste maatschappelijke verantwoording over af te leggen. Het zou een stap zijn zonder precedent, een volwassenwording van de democratie, die zich met deze stap bevoegd en bekwaam acht, het werkelijke machtswiel in de samenleving, het geld, onder haar hoede te nemen. Dan is het woord aan de heer Van der Linden. En de heer Wortman, alsjeblieft uw microfoon even uit. Ja, dankjewel, voorzitter. Ik zou graag drie onderwerpen kort willen aanstippen. Om vooral toe te lichten waarom het eigenlijk 7 jaar lang heeft geduurd voordat we over dit onderwerp praten in de Tweede Kamer. En ik denk dat de punten die ik nu ga noemen zijn randvoorwaarden voor een zinvol gesprek over het geldstelsel. En die drie punten zijn financiële ongeletterdheid, onvolkomenheden in de economische wetenschap en belangenverstrengeling. En het eerste punt, financiële ongeletterdheid. De heer Van Houtje zei net gekscherend, 99,9% van de bezoekers weet niet hoe het geldstelsel werkt. Uit onderzoeken uit Zwitserland en de UK blijkt dat dit bijna klopt. 80% van de mensen weet niet dat banken geldscheppende instellingen zijn. Ook politici in de UK weten vaak niet hoe het geldstelsel werkt, blijkt uit onderzoek. Het tweede punt, onvolkomenheden in de economische wetenschap. Ik ben zelf sinds 2-3 jaar in de academische wereld actief en ik ben eigenlijk vrij geschokt hoe vaak economische studieboeken en academische papers de rol van banken verkeerd beschrijven. En dus veel economen, als je daarmee praat, ze weten eigenlijk niet eens hoe het geldstelsel werkt. En volgens mij moet het dus op tafel komen en ook als wij de positiepapers van anderen bekijken, dan zien we daar gewoon fout in staan. Bijvoorbeeld de heer Bezemer, wiens werk ik normaal heel erg waardeer, die schrijft in de derde zin dat wij voorstellen kredietverlening door de overheid. Dat is zeker niet waar. Wij stellen voor geldcreatie en kredietverlening te splitsen. Geldcreatie hoort bij de staat, kredietverlening is een taak voor de vrije markt. Dus op heel fundamenteel niveau is het eigenlijk heel moeilijk om dit debat te voeren. Dan het derde punt. Verstrengeling van de financiële sector, economische wetenschap, politiek en toezichthouders. Ik denk ook dat dit dus een zinvol maatschappelijk gesprek heel moeilijk maakt. Omdat dus er zijn van allerlei belangen om het bestaande denken eigenlijk in stand te houden. En er zijn een aantal eigenlijk vaste trucs die worden genoemd tegen onze voorstellen. Het is altijd, wordt gezegd dat wij radicaal zijn. Terwijl we ook heel makkelijk zouden kunnen stellen dat degene die een inherent of fundamenteel instabiel systeem in stand houden zelf radicaal zijn. Dan over de vrije markt. Edgar heeft er net al iets over gezet. Maar ik denk dus dat wij juist zijn voor een heldere afbakening tussen publiek en privaat. En dat dat de kern is van monetaire vorming. Dan tot slot, ik denk zelf dat de digitalisering van geld monetaire hervorming noodzakelijker, maar ook eenvoudiger en makkelijker maakt. We hebben nu simpelweg de kans een systeem te implementeren dat bijdraagt aan stabiliteit, leidt tot lagere private en publieke schulden en productiviteitsgroei. Modellen van Klaas van Egmond en Bert de Vries, maar ook van Biens en Kummel van het IMF, bevestigen dit. De politiek zou volgens mij deze kans eens moeten omarmen en verder moeten uitwerken. En naar mijn mening dient dus een partijoverstijgend proces gestart te worden dat kan leiden tot monetaire hervorming. En daar zou je 4 stappen kunnen definiëren. Het eerste is helderheid krijgen over het bestaande systeem. In de jaren 60 in de UK heeft de Radcliffe Committee proberen het monetair systeem te beschrijven. Dat is nu nog steeds zeer zinvolle informatie.
We zouden principes moeten definiëren waaraan geld en krediet zouden moeten voldoen, wat we ervan verwachten. Vervolgens moeten we bestuderen welke voorstellen er zijn tot monetaire hervorming, welke alternatieve geldstelsels en de kansen die ICT en digitalisering bieden zouden moeten bestuderen. En vervolgens transitiepaden beschrijven, hoe kunnen we er komen. En pas dan kan de Tweede Kamer eigenlijk een zinvolle keuze maken welk financieel systeem de reële productieve economie het beste kan ondersteunen. Want daar gaat het volgens mij uiteindelijk om. Dankjewel. Dankjewel. Tot slot nog de heer De Waal, waarbij ik wel zeg dat dit blok is gepland tot 10:30. Dus als u zegt ik heb niet echt iets nieuws, dan kunnen we beter nog een tijd hebben voor wat vragen. Ik heb zelf een achtergrond in de informatiekunde. En het interessante is, wat dat met je doet, is dat je een enorme systeemdenker wordt. En waar ik achter ben gekomen is dat het op systeemniveau dit systeem heel erg bijzonder in elkaar zit. En dat ik, als ik het ontwerp van dit geld- en banksysteem had gebruikt voor mijn scriptie of afstuderen, dan was ik zeker niet afgestudeerd. Het gekke van het systeem is dat wij als maatschappij dus afhankelijk zijn van een geldtype dat alleen bij de bankensector vandaan kan komen. En dat het ons zoveel kost in schulden die we moeten aangaan om dat geld in onze economie te krijgen. Dat is dus eigenlijk, in feite huren we het geldsysteem dat we nu hebben. Als IT-systeem is dit bijzonder. Geld is namelijk in essentie puur een abstractie, puur een getalletje in een tabel. Dus hoe het in feite nu zit, is dat wij voor het privilege om een instituut getallen te laten bijschrijven in een tabel, in ons voordeel, wij elk jaar miljarden en miljarden en miljarden betalen. Dit vind ik heel bijzonder en volgens mij kan dit vanuit systeemperspectief enorm veel goedkoper. En is dat daarmee zou dit de beste bezuiniging aller tijden zijn en de meest eenvoudige. Dank u wel. Goed, dan kijk ik naar de Kamerleden. Nog even voor de duidelijkheid. Dus, dit was bedoeld als de inleiding, maar de initiatiefnemers hebben gekozen om ieder een stuk van het verhaal te doen. Het grootste tijdsblok is eigenlijk hierna. Met een pauze daarvoor. Dus u hoeft niet een vraag te stellen. U kunt wel een vraag stellen, maar dat is gegeven de tijd. Dus. Ja, de heer Marquise. Allereerst wil ik de initiatiefnemers van het burgerinitiatief hartelijk danken voordat zij dit onder de aandacht brengen. Want ik denk inderdaad dat het een belangrijke fundamentele discussie is die we moeten voeren. En die hier ook te weinig wordt gevoerd. Dat is overigens ook waarom ik deze hoorzitting heb gevraagd. Zodat we ons verder kunnen verdiepen. En inderdaad, er is vaak onder het publiek een verkeerde opvatting over de werking van het geldstelsel. Ik denk dat het een belangrijke discussie is die we hier moeten voeren. Ik hoop daar ook reactie van de volgende sprekers over te hebben. Is van dingen die u graag zou willen. Kunnen die alleen maar door de geldschepping in handen van de staat te doen? Of kunnen die ook binnen het huidige systeem? Dat is een belangrijke. En dan zou ik met name, dat is iets wat in ieder geval mij zeer aanspreekt. Daar zou ik op in willen zoomen. De schuldenproblematiek. Daar zullen later sprekers het ook nog over hebben. Maar u haalt onder andere Kamaf en Dyson haalt u aan. En die zeggen van nou, het heeft een positief effect op een neerwaarts effect op de staatsschuld en ook op de private schulden. Misschien kunnen jullie dat nog iets verder toelichten en dan hoop ik daar later ook nog van de volgende sprekers een reactie op te hebben. En die vraag is niet aan iemand specifiek of moet men bepalen? Ja, dat mag je zelf bepalen, maar anders, ik wil ook wel iemand aanwijzen. Is dat? Okay. Dus u verdeelt het ook. Ze hebben het al verdeeld. Eerst de vraag en dan kunt u daarna verdelen. De heer Marquise was van de SP, vergat ik te zeggen. De heer Nijboer, Partij van de Arbeid. Dank voorzitter. Dank voor de initiatiefnemers voor hun betogen en ook met kracht bijgezette betogen. En ook complimenten voor zoveel handtekeningen verzamelen. We spreken elkaar nog verder in de plenaire zaal later. Ik heb een vraag over de zorgen die ik deel, maar hoe we dat kunnen realiseren. De zorgen over een schuldenmaatschappij. De zorgen over de belastingbetaler die opdraait voor banken als ze opvallen, die de rekening krijgen. De zorgen over de polissen en de rommel die is verkocht aan consumenten, waar een einde aan moet komen. En de oplossing die u biedt, en daar gaat mijn vraag over. In hoeverre is die oplossing op
middellange termijn te realiseren in de wereld waarin wij leven, in Europa? En hoe zouden we daar volgens u dan naartoe moeten gaan? En dat vraag ik aan de heer Van der Linden, want die had nogal een heel aantal voorwaarden en viertal zaken die moesten worden uitgezocht. Voordat we daar toe zouden, überhaupt zo een verstandig besluit zouden kunnen nemen als Kamer. En ik ben wel benieuwd hoe u daar verder naar kijkt. Dank u wel. Dan de heer Koolmees van D66. Dank voorzitter. Ook mijn dank aan de initiatiefnemers voor dit initiatief en de handtekeningen. Goed dat hierover gesproken wordt. Het is een complex systeem waar goed is dat we hierover praten met elkaar. De heer Wortman had volledig gelijk als hij zegt we moeten stoppen met het afwentelen van de kosten van banken of van het failleren van banken op de maatschappij. Zeer mee eens. De heer Van der Linden had een opmerking over geld is geen krediet. Hij had dan ook een opmerking richting de heer Bezemer, die zo meteen in het tweede blokje komt. Als je ook de reacties leest op uw initiatief, wordt vaak gezegd, ja, geld is wel degelijk ook schuld. Met andere woorden, geld is een claim op de productiecapaciteit in de wereld. En de heer Van der Linden zegt, dat is in ons systeem niet het geval. En ik vraag hem, of daag hem uit om dat uit te leggen, om dat toe te lichten met een voorbeeld. Dank u wel. Dank u wel. Dan de heer Harbers van de VVD. Ja, voorzitter. Waardering voor uw komst naar de Kamer. Waardering voor het feit dat u zoveel handtekeningen bij elkaar hebt gekregen. Ook later zullen we nog over het burgerinitiatief spreken. Voor nu, want ik probeer ook uw plan te doorgronden, heb ik de vraag waar uw overheidsorgaan, wat straks verantwoordelijk zou moeten zijn voor geldcreatie, waar dat afwijkt van de rol die centrale banken op dit moment al vervullen. Zou dat ook dezelfde instantie kunnen zijn? Want daar zouden we dan al het vertrouwen in moeten hebben. Maar tegelijkertijd is de geschiedenis ook bezaaid met voorbeelden waar politiek via de centrale bank te dicht op de geldcreatie zat. Wat misschien nog wel een groter risico is dan wat we in 2008 hebben gezien. Hoe denkt u dat risico dan aan te pakken? Dank u wel. Dan de heer Klein. Ja, voorzitter, allereerst natuurlijk logisch dat vanuit de vrijzinnige politiek het heel goed is dat er burgerinitiatieven zijn, omdat juist het gaat om hoe je burgers betrekt bij de samenleving en bij ook om de politiek. En dan is het burgerinitiatief hier natuurlijk extra interessant, en daar kom ik op mijn vraag ook op, waar het gaat over banken en vertrouwen. Ik denk niet dat het is een kwestie van goed en slecht. Wat gaat er leven over hoe kun je het beter gaan doen? Dus het heeft weinig zin om een discussie te hebben over van we hebben allemaal foute systemen. We hebben meer een systeem. Hoe kunnen we dit systeem beter maken? En in dat opzicht is de vraag eigenlijk ook de twee dingen. Eén, in uw initiatief wordt gesproken over het begrip volgeld. Kun je dat eens nader uitleggen? Omdat ik daar ook een gevoel bij heb wat ik heel positief vind, waar het gaat over basisinkomen. En twee is, er wordt heel veel geld over creëren. Maar van de andere kant, geld aflossen is natuurlijk ook geld vernietigen. Hoe ziet u dat in die balans waar u praat over van we willen de scheiding hebben tussen enerzijds geld en anderzijds krediet? Dank u wel. Dank u wel. Dan de heer Van Dijk van de PVV. Ja, voorzitter. Dank u wel. Ook namens de PVV dank voor de initiatiefnemers. Ik denk dat het ook een hele goede timing is om hiermee te komen. Want we komen net uit een gigantische kredietcrisis. En de vraag is natuurlijk, wat hebben we dan van geleerd? En het lijkt inderdaad dat alle seinen weer op business as usual staan. Groei op krediet. En ik zou graag aan de initiatiefnemers willen vragen hoe ze aankijken tegen het beleid wat gevoerd wordt door de ECB op dit moment. Want die pompen 60 miljard per maand in de economie. En waarom doen ze dat? Alleen maar om de kredietverlening weer aan te jagen. En als ik de initiatiefnemers goed beluister, dan hoeft dat eigenlijk kennelijk helemaal niet. Want de banken kunnen zelf 60 miljard creëren virtueel op hun balansen. Dus de vraag is, wat vindt, want we hebben hier regelmatig debatten en elke keer zegt minister Dijsselbloem, wat de ECB doet, daar gaan we niet over, daar mogen we niks van vinden, die zijn onafhankelijk. Kennelijk doet de ECB maar wat en wij mogen daar niks van vinden. Maar als het misgaat, dan raakt het ons wel keihard. En ik zou graag willen weten de reflectie van het ECB-beleid door de initiatiefnemers en de reflectie op waarom de ECB dat überhaupt zou moeten doen als het zo is dat banken zelf hun geld creëren. Dank u wel. Dan mevrouw Schouten van de ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. En dank u wel ook aan de initiatiefnemers van ons geld, dat zij het onderwerp op de agenda hebben gekregen. Ik denk dat het goed is om deze discussie inderdaad te voeren. U heeft ook een heel groot vertrouwen in ons.
Dat doet ons goed. maar daar leg ik wel gelijk maar weer. Ik doe een stukje aan zelfreflectie. Want de afgelopen jaren, en daar legt u terecht de vinger bij, mijns inziens, is met name op het gebied van de hypotheken een enorme bubbel ontstaan. Is er veel krediet uitgegeven, ook door de banken, om die schulden te financieren. Maar tegelijkertijd heeft de overheid daar zelf driftig aan meegeholpen. Wij zijn ook degene geweest die bijvoorbeeld via fiscale maatregelen dat erg gestimuleerd hebben. Hoe weegt u dat vertrouwen dat u dan heeft in de overheid in deze kant, bijvoorbeeld ten opzichte van de kredietverstrekking, die mijns inziens ook uit de hand is gelopen, maar waar alle partijen bij zijn geweest? Waarom zou de ene het dan beter doen dan de ander? Dank u wel. Dan de heer Omtzigt van het CDA. Ja, voorzitter, ook van mijn kant dank voor het burgerinitiatief en de toelichting. Ook ik zou graag door willen gaan naar punt 2, want in uw 4-stappenplan, namelijk het maken van een alternatief model, wat zou u wel willen als een geldscheppend instituut? Ik kijk inderdaad ook even naar de overheid. Op het moment dat de overheid bijvoorbeeld probeert te sparen, dan doen we een AOW-spaarfonds waar we briefjes aan onszelf instoppen, waar we zeggen we zijn geld schuldig aan onszelf. Hè? En ik geloof in mij, in Amerika is het pensioenstelsel zo begonnen en is er nooit geld opgebouwd en ergens anders is precies hetzelfde gebeurd. Dus aan gekozen politici die 2 of 3 jaar zitten toevertrouwen dat je een heel lange termijn project hebt, daarom is het vaak in een centrale bank gezet. Dat was een van de oorspronkelijke redenen. Dus mijn vraag is, hoe ziet het stelsel eruit? Of hoe ziet het er ongeveer uit? Ik snap dat het nog niet klaar is. En hoe zorg je ervoor dat een politicus niet van de een op de andere dag kan zeggen, hier, 2 keer zoveel geld in de omloop, waardoor je in 1 keer 100% inflatie op de markt duwt en je feitelijk al je de bezitters van dat digitale geld, wat ook door de overheid niet gegarandeerd wordt, niet in 1 keer de helft minder waard kan worden? Wat voor garanties stop je in zo'n systeem? Goed, ik kijk even naar, ik zie de algemene, de heer Wortman en meneer Van der Linden, een paar specifieke. Dan denk ik, gaan we maar gewoon de rij weer af, volgorde van de vragen. Eén vraag was, hoe gaan we eigenlijk al binnen het huidige systeem iets hervormen, zonder dat het meteen heel groots, Europees en meeslepend moet worden? Nou, er kan al best wat binnen het huidige systeem. En dat zit er eigenlijk in door het publiek enige keuze te gaan geven. Het publiek heeft namelijk nu vrij weinig keuze wanneer het gaat om, laat ik zeggen, geld handzaam online te sparen. Wat we tegenwoordig onder sparen verstaan is niet sparen, maar uitlenen aan een bank. De bank doet er vervolgens mee wat hij wil en het geld wat je wil sparen staat dan dus bloot aan het risico dat de bank aangaat. Dat is precies die verstrengeling die we dus eigenlijk niet moeten willen. Dus een eerste stap die je al zo gewoon zou kunnen doen, is iets in het leven gaan roepen en dat zou heel eenvoudig kunnen door gewoon de DNB te vertellen dat dat type vergunning er moet zijn. Iets in het leven te roepen dat zorgt dat mensen gewoon echt kunnen sparen, online sparen. Dan ontvangen ze geen rente, maar hun geld staat ook niet bloot aan de risico's die de financiële instellingen ondertussen aangaan. Dat is een eerste stap. Een verdere stap zou zijn, digitalisering komt eraan. Wij hebben het over digitaal gartaal geld. Dat wil zeggen geld dat je in bezit kan hebben zoals gartaal geld, de veiligheid heeft van gartaal geld en het betaalgemak en het beheergemak van giraal geld. Dat is iets nieuws. Dat is nog helemaal niet, laat ik zeggen, in Europese verdragen dichtgetimmerd. Daar kan lidstaat Nederland gewoon direct mee beginnen, is mijn visie. Dus waarom dat niet al gewoon gaan doen? Die ontwikkeling komt eraan, ga er ervaring mee opdoen. Dat is heel belangrijk, anders dan weet je niet wat je gaat gebeuren. Want anders komt het wel vanuit Goldman Sachs of weet ik veel wie die ermee gaat beginnen. Laten we dat zelf doen als democratie. Dan de vragen over Koemhof en Dyson. Het grote verhaal, de big picture. De big picture is dat we zeggen, alles wat we nu verstaan onder geld, betaal- en spaargelden, dat zijn nu eigenlijk beloftes van banken. Daarvan zeggen wij dan in de big picture, converteer dat naar het nieuwe digitale hartale geld. Kummer van Dyson die hebben dat iets anders uitgewerkt, maar wij gaan iets verder naar die digitalisering toe. Maar waar het voor de Nederlandse situatie op neer zou komen, is dat er ineens een meevaller zou zijn van 700 miljard voor de Nederlandse overheid, die namelijk dan even dat nieuwe geld moet gaan maken voor de hele bestaande geldhoeveelheid. De banken moeten dat dan kopen, omdat namelijk die rekeningen die ze hebben, die moeten gedekt worden nu door dat nieuwe geld. En omdat die banken dat hebben gekocht, die kopen dat op krediet bij de staat. Dat is allemaal gewoon boekhoudkundig opschrijven. Vervolgens kan dan de staatsschuld in handen van die banken worden weggestreept tegen de vordering die de staat heeft op die banken, wegens dat nieuwe geld dat gecreëerd is. En daarmee is de staatsschuld in handen van de banken weg.
wordt geen rente meer overbetaald, is gewoon verrekend. Dan zijn er nog enige honderden miljarden over. En die zouden, dat is het voorstel van meneer Komhoff, en dat hebben wij graag overgenomen, als burgerdividend kunnen worden uitgekeerd aan alle bewoners van Nederland, alle burgers van Nederland, onder deze voorwaarden. Zij moeten daarmee voor eerst hun schulden af gaan betalen, tenminste voor zover dat gaat, vanuit dat geld dat ze hebben. Dan krijgen we een hele intense, hele instantane, hele belangrijke reductie van schuldenlasten. En dat is voor ons prioriteit. Want namelijk in het huidige monetaire stelsel heeft geld een prijs, is het belast met schuld, maar vooral met schuldenlasten. En daardoor kan op een zeker moment de economie niet meer groeien, omdat de economie niet meer nog meer schuldenlasten kan dragen, om, laat ik zeggen, de geldhoeveelheid mee te laten groeien met de economie. Vandaar dat we in een stagnatie zitten en voorlopig waarschijnlijk ook zullen blijven. Voor banken is het gewoon niet interessant en te risicovol genoeg om nog verder te expanderen daar waar de schuldenlasten zo hoog zijn. Dus die moeten worden gereduceerd. Dat vinden banken zelfs ook. Die willen ook dat overheid geld bij gaat maken. Maar wij willen dat structureel en fundamenteel oplossen. Dus door deze conversie, waarbij de schuldenlasten in één keer heel hard naar beneden gaan, waardoor, laat ik zeggen, de geldhoeveelheid niet meer gekoppeld is aan hoeveel schuldenlasten een maatschappij kan gaan dragen, maar aan wat de welvaartspotenties zijn die er in een maatschappij besloten liggen. Want daar gaat het eigenlijk om. Het gaat niet om het geld, het gaat erom dat wij van alles kunnen met elkaar en dat we dat graag willen realiseren. En daaraan willen we graag dat het geldstelsel dienstbaar is. En eigenlijk met deze ingrepen menen wij dat wij, laat ik zeggen, de primaire randvoorwaarden zouden gaan scheppen voor dat dienstbare geldstelsel in een samenleving die ontlast is van die lasten die haar nu te zeer beklemmen. Meneer Van der Linden, of even één nog iets, een verklarende vraag van de heer Van Dijk. Ja, even voor de verduidelijking, dat digitale kwartale geld, dat is toch de bitcoin? Ja. Nee hoor, dat zou u zelf kunnen uitgeven. De bitcoin zien wij niet echt als, laten we zeggen, het rolmodel daarvoor. Omdat het niet, laat ik zeggen, monetair gemanaged is. Het is gewoon een vaste hoeveelheid. Dus dat is eigenlijk inherent deflatoire, zou je kunnen zeggen. Wij gaan uit van een, laat ik zeggen, een actief monetair beheer. Dat wordt echt een vierde macht binnen de overheid. Zo zien we dat, onafhankelijk van de politiek, net als de rechterlijke macht, die actief monetair gaat beheren. En dat kan dus volkomen digitaal. Bitcoin helpt ons erbij om te begrijpen wat digitaal geld zou kunnen zijn. Maar de technologie van Bitcoin is niet noodzakelijk het rolmodel daarvoor. Ik begrijp dat nu van de heer Van der Linden. En dan doet u daarna nog de overgebleven vragen, denk ik. Of doet Van der Linden alle vragen? Oké, ja. Ik wil u vragen om... kunt u beknopt houden? Want we hebben nog een deel. Ik wil graag iets zeggen over de vraag van de heer Nijnboer over hoe de transitie op middellange termijn zou kunnen verlopen. En uit eigen ervaring kan ik zeggen, 4 jaar geleden sprak er niemand over dit onderwerp. En nu is het zelfs in de Tweede Kamer en zijn er veel instituten mee bezig om te onderzoeken naar wat is het geldstelsel en hoe kunnen we ICT, digitalisering en ideeën uit het verleden aan elkaar koppelen. Stichting Ons Geld is verbonden met 22 organisaties over heel de wereld. Dus wij werken met heel veel andere landen samen om daar het debat ook op een hoog niveau te krijgen. En ik denk dat het heel goed is om te beseffen dat een geldsysteem altijd evolueert. Dus het geldsysteem is vroeger gebaseerd geweest op goud. We hebben kleitengebletten gehad in Mesopotamië. En in een digitaal tijdperk zal er ook een ander geldsysteem komen. En de vraag is, gaan we daar actief als democratie in acteren? Of laten we het ons overkomen? En wij zeggen dus, nou, we moeten daar bewust over nadenken en in acteren. En als ik bijvoorbeeld ook kijk naar de Bank of England, daar zie ik heel veel interessante documentaties of heel veel interessant onderzoek. Ze hebben ook Komhoff aangetrokken, die is hoofdonderzoeker daar. En zij zijn dus eigenlijk bezig met het uitwerken van plannen hoe het eventueel anders zou kunnen. En dat zit allemaal in de onderzoeksfase. Dus in heel veel plekken in deze wereld wordt er over nagedacht. En volgens mij moeten we dus zorgen dat we dus daar een transparant, open, helder debat over krijgen. En dat daarmee het monetair bewustzijn groeit, dat daarmee mensen beter begrijpen wat geld is, maar ook hoe het anders zou kunnen. En ik zou dus van politieke partijen verwachten dat ze daar ook een visie op ontwikkelen. Maar kunt u nu kort de vragen beantwoorden? Want u wilde ook nog in de tweede deel ook nog zelf vragen gaan stellen. Het gaat allemaal af van die tijd, hè? Dus gewoon de vragen beantwoorden alsjeblieft. Eens. Dan de vraag van de heer Van Dijk over de ECB en wat wij ervan vinden wat ze doen. Ik denk dat het een misvatting is om te stellen dat de centrale bank onafhankelijk en politiek neutraal zijn. De keuzes die daar worden gemaakt,
Dus om geld te printen en financiële activa op secundaire markten op te kopen is een politieke keuze. Het beïnvloedt prijsstabiliteit, het beïnvloedt inkomensongelijkheid. Dus ik denk dat er betere alternatieven voor zijn, waaronder wat dan wordt genoemd kwantitatieve ruiming voor de mensen, voor de people. Dus simpelweg de rekening van mensen verhogen of iedereen digitaal kartel geld geven. En dus het mandaat van de ECB, daar zouden we volgens mij zeker over moeten praten. Kort. Ik heb een heel kort antwoord op mevrouw Schouten. Die zegt waarom bij ons, waarom vertrouwen jullie ons nou opeens weer wel? Ik zou zeggen, u bent het wetgevend gremium. Ik heb zeer veel vertrouwen in de Tweede Kamer en in onze parlementaire democratie. Zoals wij in de afgelopen 100 jaar de kinderarbeid en de doodstraf en de slavernij hebben afgeschaft. Zo denk ik, neemt u nu het voortouw en laten we dit feodale, dit antieke systeem eens bij de wortel aanpakken. En u bent bij uitstek daar het gremium voor. Dank u wel. Tot slot zou ik nog graag iets zeggen over de vragen. Wat precies het verschil is tussen de vierde macht en een centrale bank en hoe we zouden kunnen voorkomen dat politici niet zomaar de geldhoeveelheid met 100% zouden vergroten. Die vraag die kan je ook zo zien door dezelfde vraag te stellen over de rechterlijke macht bijvoorbeeld. Waarom laten wij politici niet zomaar besluiten de helft van de wetten af te schaffen of bepaalde uitspraken te doen in het Hoge Recht? Dat is omdat we die scheiding der machten hebben. En waarom zouden we specifiek voor dit onderwerp dit hele systeem niet gebruiken en deze verantwoordelijkheid niet ook in een macht modelleren? Hebben we geen vertrouwen in de wet of de wetgever dat we ons daaraan zouden houden? Er zijn bijvoorbeeld in deze tijd met digitale techniek, en er werd eerder wat gezegd over de bitcoin, of dat ons voorbeeld was voor digitaal hartig geld. Dat hoeft het inderdaad niet te zijn, maar het mooie is dat hoe dit systeem werkt, geeft precies de garantie die u zoekt op invloed van buitenaf, van politici, van banken. Want middels, ik weet niet wat de kennis is over de blockchain-technologie, maar het is een digitaal contract waar alle partijen zich aan dienen te houden om het geldstelsel omhoog te houden. En binnen het digitale contract kan gesteld worden dat er één partij is die slechts bepaalt hoeveel nieuw geld er gaat zijn en naar wie je toe gaat. En dat andere partijen verantwoordelijk zijn voor het minen ervan en de transacties valideren en daarmee het geldsysteem omhoog houden. Nu is het mooie dat je dus in dat contract de limieten op de geldcreatie kan stellen, waardoor je dus transparant voor iedereen en voor elk instituut hebt wat de regels zijn en wie ze verandert wanneer dit volgens de wet veranderd zal worden. Als je dit op deze manier zou implementeren, dan zou je dus in effect hebben dat de overheid middels het bepalen van het digitale contract de macht heeft op geldschepping, dat het transparant is en dat iedereen weet wanneer er een increase zou zijn van 100%. Maar dat omdat de bankensector met hun IT-structuur deze munt omhoog houden, zij impliciet zorgen voor de garantie dat de overheid zich houdt aan het digitaal gestelde contract. Wanneer de wetgever dit dan zou willen veranderen door middels van politici die het mandaat veranderen van het digitale contract of de wet erop, is de drempel daarvoor dat eerst de hele bankensector overtuigd zou moeten worden om te upgraden naar de nieuwe variant of versie van het contract, waarmee een groot publiek debat ontstaat en de daarmee deze machten in balans gehouden zouden worden. Ik kijk tenslotte nog even naar de heer Wortman, want volgens mij zijn er nog een paar vraagjes. Hè? Ja. Ik probeer ze in staccato af te lopen. Waarom zou de overheid beter zijn? Wel nu, wij willen geldcreatie vanuit het algemene belang. Unbiased bij welk particulier belang dan ook, politiek nog commercieel. En de overheid is nou eenmaal de aangewezen instelling om dat te doen, om het algemeen belang te dienen. De vraag over de claims eigenlijk, geld als een claim op de samenleving. Dat is eigenlijk een, laat ik zeggen, meer een economische benadering. Ik ben jurist, ik heb meer een juridische benadering. Geld is geen claim, geld is een betaalmiddel. En zoals wij het voorstellen, wordt het een zuiver betaalmiddel dat je ook nog bezitten kunt. Dus dat het niet alleen een laat ik zeggen, een verbintenis is, maar dat het iets is wat je echt in eigendom hebt. Dat is een beetje moeilijk over digitale zaken, maar dat gaan we toch even gebruiken. Eigendom van je eigen digitale geld.
Nou is er natuurlijk wel sprake van dat er een gezonde verhouding moet zijn tussen de hoeveelheid geld en de hoeveelheid geld die nodig is in een economie. Dus dan gaat het niet om een claim die je legt op spullen van anderen. Dat is een beetje een onzinnige benadering. Het gaat erom dat er een gezonde verhouding is tussen de hoeveelheid geld in omloop en de behoefte die de samenleving heeft aan dat geld en ook de plekken waar die behoefte daaraan is. En dat is een kwestie van actief monetair beheer, waar ik het al over heb gehad, en een goede verhouding creëren daartussen. Overigens, in het huidige stelsel wordt deze hele verhouding continu geëxploiteerd. We hebben zelfs een ECB die een inflatiedoelstelling heeft. En dat soort dingen vinden wij allemaal heel erg onjuist. De scheiding tussen geld en krediet, hoe gaan we dat doen? Nou, dat begint eigenlijk met definiëren. Wat is geld? Die definitie ontbreekt nu eigenlijk. We hebben hele vage dingen met M1, M2, M3 en dat zijn allerlei aggregaties die je bijna niet kan volgen en ook iedere keer weer veranderen. Zelfs economieleraren weten het niet meer uit te leggen aan hun leerlingen. Ja, dat is natuurlijk vraag om ellende. Dus dat moeten we allemaal gaan definiëren en gaan afbakenen. Het moet heel duidelijk worden voor mensen die dus hun geld in eigendom kunnen hebben, wanneer ze dat in eigendom hebben. En ook wanneer ze dat uitlenen aan iemand, dat ze het op dat moment niet in eigendom hebben. Nou, wat doet nou ons prudentiële toezichtstelsel? Dat geeft eigenlijk de indruk dat, en met woorden als sparen en zo, dat op het moment dat we het uitlenen, dus we hebben het niet meer, geeft het de indruk alsof we het nog wel zouden hebben en dat het nog risicoloos zou zijn. Nou, nee, laten we gewoon veel duidelijker zijn. Eigenlijk moeten we prudentieel toezicht afschaffen en gewoon zeggen, kijk, we bieden een alternatief, er komt echt veilig sparen. Geen rente, maar ook geen risico's. En daarnaast heb je natuurlijk ook allerlei manieren om rendement te krijgen op geld. Dan ga je het uitlenen, heb je de eigendom op dat moment niet, of in ieder geval het bezit niet. Een ander doet er van alles mee en dat loopt risico. En dat moet er gewoon afdichten met een prospectusplicht. Die partij moet gewoon vertellen wat hij ermee gaat doen. Dus niet een Nederlandse bank die daar zijn zegen over geeft. Nee, gewoon echt zeggen wat je ermee gaat doen, want dan kan namelijk de markt zijn werk gaan doen. Dan kunnen mensen gaan kiezen welke risico's ze willen nemen, waarvoor en wat die partijen dan met dat geld doen. Dus zo zie je ook dat wij niet willen dat er een einde komt aan, laat ik zeggen, de markteconomie. Nee, wij willen hem verbeteren. Wij willen gaan zorgen dat er een gelijk speelveld komt, waarbij niet sommige mensen de geldpers in handen hebben en anderen niet. Hiermee, want we hebben hierna nu nog een blok. Hiermee komt een einde aan uw blok. Ik wil u hartelijk danken. Even puntjes van de orde. Ten eerste, we gaan nu kort pauzeren om die wissel te maken. Ik wil iedereen vragen voor zo mogelijk gewoon te blijven zitten. Want als het even kan, ga ik 10 voor 11 weer verder. En dan was er een punt van de orde door de heer Wortman. En bij uitzondering sta ik toe dat u heeft nu gezien hoe dat werkt met die vragen. Is dat u aansluitend aan de Kamerleden in de tweede ronde kunt u ook een vraag stellen. Maar dat recht is ook alleen dus aan u gegeven. Dus dan kunt u ook nog een vraag stellen. En ook daar gaan we met deze Kamer een nieuw tijdperk in, denk ik. Hè? Dank u wel.
Ik verzoek iedereen weer te gaan zitten. Goed, we gaan weer verder. Ik hoop dat de andere zaal ook inmiddels weer zit en ons kan volgen. Ten eerste van harte welkom aan de nieuwe groep insprekers. U heeft waarschijnlijk gezien in het eerste uur, dus elk van u kan een korte inleiding doen. En daarna kan ieder Kamerlid zal een vraag stellen. En ik heb ook aangegeven dat de heer Wortman kan dat doen. En ik ga uw vraag even herhalen voor de microfoon straks. Dus, stelt u me alstublieft kort en begrijpelijk. Wat betreft de orde wil ik wel even aangeven dat er is net uitgebreid geapplaudisseerd. Dat is op zich, tenminste dat was prima in dat eerste blok. Ook dat was nieuw voor deze Kamer, gebeurt hier niet. Dus u brengt een hoop nieuwe dingen naar binnen. Maar ik wil u vragen voor dit blok om gewoon te luisteren. En dus niet verder steunbetuigingen, maar ook geen betuigingen van afkeuringen, maar gewoon beluisteren. En dat is het, ja? Dus dat spreken we vanaf nu spreken we dat aan. Dus met die afspraak geef ik graag als eerste het woord aan de heer Polman. En misschien kunt u ook eerst even zeggen, nogmaals, wie u bent en eventueel wie u vertegenwoordigt, dan of u uzelf vertegenwoordigt. En de heer... Kijk, als eerst heb ik de heer Polman, dacht ik, of niet? Nou, dan ga ik verkeerd. Oh, de bordjes staan meestal in de goede lijst. Maar dan gaan we het dus van die kant doen, de heer Polman. Dank u wel, meneer voorzitter. Ja, dus, door alle elementen die het debat bevat, krijg ik een enorme keuzestress op welke onderwerpen ik in zal gaan. En ik denk dat ik twee punten wil maken. Het ene is de psychologische insteek en de andere de technische benadering. De psychologische insteek heeft te maken met het schuldprobleem, wat direct met kredietverlening gepaard gaat en ook met geldschepping. En de technische insteek is de insteek die de initiatiefnemers ook terecht, mijn zin, naar voren brengen, is van het alternatieve geld en het digitale geld. Het eerste is, en in de papers is het vaak naar voren gehaald, ook dat geld is een vorm van schuld. En schuld creëert, als het uit de hand loopt, enorme problemen. En dat is een systeem wat we met elkaar, met z'n allen hebben gebouwd. Niet alleen de banken als aanbieders, maar wij ook als consumenten en als samenleving, als vrager van de schuld in het krediet. Daar hebben we allemaal fantastische dingen mee gefinancierd, maar daar hebben we ook grote risico's meegenomen. En aan de schuldenproblematiek kunnen we veel doen en daar is ook al veel aan gedaan de afgelopen jaren. En ik denk dat het een verantwoordelijkheid is van de politiek in Nederland om daar nog verder stappen in te nemen. En die insteek wil ik hier naar voren brengen, omdat het een concreet punt is wat u kunt doen. En dat is een van de grote gebieden waarin we schuld hebben opgebouwd in Nederland. Dat is de woningmarkt en schuld ter financiering van de woningen. En u heeft ook de afgelopen jaren gemerkt hoe dat de woningmarkt ontwricht heeft. Er zijn veel initiatieven genomen om die hoeveelheid schuld te beperken. De makkelijkste manier om consumptie naar de toekomst te verschuiven door een aflossingsvrije hypotheek te nemen is uitgebannen door uw Kamer. Er zijn maatregelen genomen om minder excessief te lenen. Maar een belangrijk knelpunt is nog niet weggenomen en dat is de onevenwichtigheid op de woningmarkt, het ontbreken van een goede huurmarkt, waardoor we jonge generaties dwingen om heel veel geld te lenen om woningen te kopen. Dat is een directe oproep hier gelieerd aan het grote schuldenprobleem
wat we hebben. En ik ga ervan uit dat de heer Bezem naast me straks ook uitlegt waarom geldcreatie en schuld zo'n belangrijk link hebben. Het tweede, dat is een onderdeel van psychologische insteek, omdat we schuld over het algemeen aangaan aan de ene kant om rationeel om een investering te doen in de toekomst, om iets te financieren waarmee we rendement halen, maar we doen het ook vaak om problemen uit te stellen. Om pijn niet nu te nemen, maar te verplaatsen naar later. De gedragspsychologie heeft ook meermalen keurig beschreven hoe goed onze hersenen zijn om optimistisch te zijn, zeker in tijden dat we met z'n allen optimistisch zijn over dat het in de toekomst allemaal wel goed komt en dat we het ons nu kunnen permitteren. Dat is een mechanisme wat decennia lang is aangewakkerd en uiteindelijk ook heeft geleid tot de enorme schuldenposities die we in de wereld hebben opgebouwd in 2007 en 2008, wat uiteindelijk heeft geleid tot de kredietcrisis, waarmee we met z'n allen achterkwamen hoe gevaarlijk het systeem is wat we met z'n allen gebouwd hebben. Vervolgens hebben we met z'n allen als overheden, maatschappij aan ongelooflijk veel knoppen gedraaid om dat probleem te verminderen. We hebben, en dat is vanuit mijn positie als medewerker van de AFM, enorme vorderingen gemaakt met het voorkomen van misbruik van vertrouwen van klanten in financiële producten die ze niet begrepen. Mijn collega's van de Nederlandse Bank hebben enorm veel werk gemaakt van het ervoor zorgen dat kredietverlening duurder werd of het nemen van risico's duurder werd. Vanuit de kapitaalmarkt hebben we ervoor gezorgd dat banken hun risico's niet meer konden verstoppen voor beleggers. Een van de grote misstanden in de kredietcrisis was tenslotte dat banken heel veel meer geld konden scheppen of krediet konden verlenen dan transparant was, doordat ze het via constructies in aparte entiteiten verstopten en hun balansen veel langer maakten dan ze leken voor beleggers. En ook dat beleggers hun rol niet speelden, omdat ze dachten dat de overheid toch wel bij zou springen. Dat is gestopt doordat beleggers tegenwoordig bij moeten springen als een bank failliet gaat. En ik had al gezegd, ook over hypotheken hebben we dat aangepakt. Dat andere punt is van aanpak van schuld wat u wel kunt doen. Het tweede punt Kunt u kort maken, want ik wil eigenlijk dat u gaat afronden. Het punt waar ik heel blij mee ben, de initiatiefnemers met het initiatief wat ze hebben genomen, dat heeft te maken met geld als ruilmiddel, als vertrouwen. Vaak wordt gezegd, geld is gestold vertrouwen en ook werd terecht aangehaald, geld is een soort boekhouding, een balans van wie het heeft en wie niet. En dat vertrouwen is iets vluchtigs en het is iets heel standvastigs. En met de informatietechnologie, de rekenkracht die beschikbaar is gekomen om een blockchain te maken, hebben we, en vind ik dat de heren dat heel terecht naar voren hebben gebracht, een technologie in huis gekregen die het mogelijk maakt om op een andere manier geld te doen. En als we die ontwikkeling vrijlaten en aan de vrije markt overlaten, is er een hele grote kans dat er uiteindelijk vertrouwen wordt gelegd in een alternatief geldsysteem, wat we als overheid niet zouden moeten willen. En dat zouden we niet alleen moeten willen om de redenen die initiatiefnemers naar voren hebben gebracht, maar ik denk dat we dat nog voor een veel belangrijke reden moeten willen, omdat we als overheid heel veel belang hebben bij controle en zicht op geldstromen. En we vergeten namelijk vaak dat de banken ons de mogelijkheid bieden om inzicht te krijgen, niet alleen in saldi, maar ook in geldstromen, en dat we die kunnen stoppen op het moment dat terrorisme gefinancierd wordt, of dat we de Belastingdienst die kan gebruiken om te kijken hoeveel inkomsten die heeft. Als we de ontwikkeling van digitaal geld aan de vrije markt overlaten, zal daar onvoldoende nagedacht worden over hoe we als overheid die taken kunnen beleggen. En daarom is een debat over geldcreatie ongelooflijk belangrijk. Dank. Dank u wel. Dan kijk ik naast u, dat is de heer Bezemer misschien. Ja. Dank u wel, meneer de voorzitter. Mijn naam is Dirk Bezemer van de Rijksuniversiteit Groningen. Ik vertegenwoordig geen bank, commerciële bank, Nederlandse bank, AFM, geen activistengroep. Ik ben hier louter
voor mijn eigen nieuwsgierigheid, kennis en inzicht. En ook voor het uwe, hoop ik. Dat is waar academici voor zijn. Ik bestudeer al een aantal jaren geldsystemen. En daarom ben ik heel erg enthousiast dat het gelukt is om hier een hoorzitting over te krijgen. Dat is echt geweldig dat dit soort dingen besproken worden in de Tweede Kamer. Ik sympathiseer ook in hoge mate met de uitgangspunten van de Stichting Ons Geld. Minder schuld, meer ondersteuning van de reële economie in plaats van een financieel circus. Minder afhankelijkheid van de banken voor onze financiële stabiliteit, uiteindelijk economische stabiliteit en werkgelegenheid enzovoort. En democratische controle van wat banken doen en wat centrale banken doen. Dat zijn allemaal dingen waar ik me helemaal in kan vinden. Maar dat gezegd hebbende denk ik toch dat hier een oplossing uit de jaren 30 naar voren wordt geschoven voor problemen van Nederland anno 2015. En dat is, vind ik, moeilijk om te zien waar dat dan precies een oplossing voor is. En als ik dan ga denken, wat zijn de problemen? Dan kan ik denken aan andere oplossingen die veel doenlijker zijn en die minder schadelijke bijeffecten hebben of die mij beter lijken te werken. Nou, daar zal ik iets over zeggen. Het speerpunt van mijn eigen wetenschappelijk onderzoek is te begrijpen hoe financiële markten de laatste 20, 30 jaar scheef gegroeid zijn, veel te groot geworden zijn. En het probleem is niet schuld op zich, maar het probleem is het gebruik van die schuld. Schuld is er al sinds de prehistorie, letterlijk. Dat is echt fascinerend. Het is niet erg dat er schuld is als die schuld maar productief ingezet wordt. Als een ondernemer maar een lening gebruikt om daarmee meer te gaan produceren, dan stijgt de schuld, maar het inkomen stijgt ook. En de verhouding tussen schuld en inkomen, als die maar stabiel blijft, die kan zelfs dalen. Als namelijk het inkomen sneller stijgt dan de schuld, dan kun je decennia en eeuwenlang financieel duurzaam mee groeien. Dus het afschaffen van schuld, het afschaffen van geld als schuld, is niet nodig, denk ik. We hebben genoeg historische episodes waarin het heel goed ging met geld als schuld. Voor dit probleem van te veel schuld is denk ik een vrij duidelijke oorzaak aan te wijzen. Dat is de groei van investeringen in vastgoed en financiële markten. In Nederland vooral vastgoed, hypotheken, maar ook investeringen in financiële markten. Waarbij partijen geld lenen om te gaan investeren in iets wat geen inkomen oplevert. Investeren in een bestaand huis of in financiële papieren. Dat is het probleem. Daardoor is onze schuld zo toegenomen. In mijn positiepaper heb ik dat ook laten zien met een aantal grafiekjes. Dus ik ga er nu verder niet op in. Nou, daar kunnen we een aantal specifieke dingen aan doen. We kunnen bijvoorbeeld de regels die we nu al hebben, de zogeheten Basel-regels, kunnen we toe gaan passen om, als we dat nodig vinden, hypotheekvertrekking te gaan ontmoedigen. Of andere vormen. Waarschijnlijk zullen er in de toekomst weer andere manieren zijn waarop het financiële stelsel scheef gaat groeien. Dat kunnen we op allerlei manieren ontmoedigen en daardoor de schuldgroei in de klauwen houden, zogezegd. Ik denk niet dat het een oplossing is om de overheid te laten beslissen hoeveel geld er gemaakt gaat worden. De overheid is enthousiast meegegaan in de hypotheekbubbel van de laatste 20 jaar. En zal het in de toekomst ook weer doen. We hebben dat met elkaar gedaan. Ik zie ook niet dat er zo'n sterke grens is tussen geld en krediet. Hè? Historisch gezien is geld altijd een vorm van krediet geweest. Ik denk niet dat we dat anno 2015 met een wetswijziging af gaan schaffen. Zo zit het niet in elkaar. Ook in het voorstel wat ik bestudeerd heb, voor zover ik het goed begrijp, is het toch zo dat de overheid geeft geld aan de banken en de banken geven dat dan aan partijen als een lening die dus terugbetaald moet worden. Dus eigenlijk gebruikt de overheid de banken als een loket om krediet te verstrekken. Dus ja, je kunt dat legalistisch scheiden, maar functioneel is het toch de overheid is uiteindelijk de leninggever, zoals ik het begrijp. Maar misschien kan dat beter uitgelegd worden, waardoor ik het ook weer beter begrijp. Ik moet denk ik bijna afronden, maar ik heb ook een fundamenteel probleem en dat is dit. De rol van geld is niet zuiver betaalmiddel, maar is ook een middel om nieuwe activiteit mogelijk te maken. Uitbreiding van de economische activiteit vraagt uitbreiding van financiële middelen. Niet middelen die je ergens anders weer weghaalt, want dan heb je netto nog niks, maar nieuwe middelen. En dat betekent dus dat er nieuw geld, nieuwe claims moeten zijn, want geld is nou eenmaal een claim. Ik kan een winkel ermee inlopen en alles claimen wat ik maar wil. Dat er nieuw geld moet zijn voordat er nieuwe producten zijn. En daarmee is dat een schuld. Daarmee is het een claim op goederen en diensten voor goederen en diensten die er nog niet zijn. Dus op een heel fundamenteel niveau is geld gelijk aan schuld. En hoe je dat linksom of rechtsom ook legalistisch in gaat richten, ik denk dat je daar niet van afkomt. Ik denk dat we dat ook niet moeten willen. Dus het zou jammer zijn als we vanaf nu heel veel energie gaan steken in het proberen
van iets af te schaffen wat natuurlijk zo is. Je kunt water ook niet droog maken. Maar je kunt wel proberen dat die schuld productief ingezet wordt. En daar zijn we al heel erg lang goed mee bezig geweest. Alleen de laatste 20, 30 jaar niet. Nou, dat moeten we rechtzetten. Dank u wel. Dank u wel. Dan is het woord aan de heer Van Egmond. Dank u wel, voorzitter, dames en heren. Mijn naam is Klaas van Egmond. Ik ben dagelijks leven hoogleraar Milieukunde en Duurzaamheid aan de Universiteit Utrecht. Kroonlid van de SER en lid van het Sustainable Finance Lab. Maar net als mijn collega Dirk Bezember praat ik ook voor eigen rekening en risico. Collega Bezemer heeft in 2009 een heel mooi paper geschreven en dat gaat over onder de titel No One Saw This Coming. Niemand zag het aankomen over de vorige crisis en daarin legt hij heel mooi uit hoe het kon zijn dat economen de vorige crisis niet zagen aankomen. En hij bepleit dan daar een andere vorm van economische modellen te maken die dat probleem zouden kunnen verhelpen. Omdat in die oude modellen die nu gebruikt worden nog steeds, daar zit geld niet in en daar zit het financiële bestel niet in en geen banken. Dus dat zou er allemaal in moeten. En dan zou dat beter gaan. Inmiddels is dat ook wel een beetje aangetoond, vind ik. Er is de naam van Kumhof is al eerder genoemd. Dat was dus een IMF-econoom, nu hoofdonderzoek van de Bank of England. Die heeft een model gemaakt wat laat zien dat het anders kan. En wij hebben dat van onze kant ook gedaan, net even anders. Maar het mooie daarvan is, althans het wetenschappelijk prettige, dat die modellen elkaar allemaal bevestigen, elkaar aanvullen. En ik zal natuurlijk de details zal ik u besparen, maar de conclusies die zijn wat mij betreft wel bruikbaar en markant. Puntje 1. De grote verklaring van het gebeuren is dat er een coördinatieprobleem is. Er zijn allemaal decentrale actoren, dat zijn private banken, en die maken dus dat geld. Dat hebben we ook vanmorgen al een paar keer gehoord. Het probleem alleen is dat doen ze naar rato van hun stemmingsbeeld. Daar zit verder geen sturing op. Dat is dus een irrationeel proces. In de economie wordt vaak gesproken over rationaliteit en efficiëntie. Nou, dit is verre van rationeel. Dat gebeurt dus bij emotionele gevoelens van het gaat goed, de huizenprijzen stijgen, nog meer uitlenen. Nou, dat is dus de oorzaak van het probleem. Er is dus coördinatie nodig. Pertinent vanuit systeemoverwegingen, wetenschappelijk wil ik beweren, is coördinatie nodig. Dat verklaart trouwens ook gelijk de vraag van de heer Marquise in de vorige ronde. Kan het nou niet vanuit het huidige systeem? Nee, dat kan niet. Marginale verandering, verhoging van die bankbuffers in deze zaal besproken een half jaar geleden en meer toezicht gaan niet werken. Meer toezicht leidt alleen maar tot meer complexiteit. En complexiteit is net zo'n groot probleem bijna in onze samenleving als het financiële bestel op dit ogenblik is. Dus je moet zorgen dat die complexiteit omlaag gaat. En daarvoor moet je een goede balans zoeken tussen markt en overheid. En daar gaat het de hele tijd hier maar dus om. Dus wanneer nou dat gebeuren centraliseert, dan is dus de overheid, ook eerder gezegd, de partij bij uitstek om dat dan te gaan organiseren. En dat is zo omdat er dus dan meer stabiliteit optreedt door die centralisatie. Dan zijn we die boom- en bustcycli zijn we kwijt en die grote crisiskansen, dat neemt dan heel sterk af, blijkt uit onze berekeningen. Een tweede punt is dat de maatschappelijke efficiëntie van het geheel, dat neemt heel sterk toe, omdat je dus dat geld wat nu eenmaal geschapen moet worden in een fysiek groeiende economie, dat mag dan dus de overheid maken, dat moet dan zelfs die overheid maken, naar rato van die groei van die echte economie buiten. Dan praat je dus de afgelopen tijd, of dus nu in onze de huidige groeicijfers, praat je over tientallen miljarden per jaar, wat dus de wetgever u zou mogen en moeten maken om de prijs stabiel te houden. En dat is dus een recht wat fundamenteel ligt bij de parlementaire democratie en nergens anders. Dat is een richtinggevend vermogen van de overheid. En daarmee kan de overheid dus richting geven aan de ontwikkeling van de samenleving. Dat is dus, heeft alles te maken met de democratie. En als dan dus de heer Bezemer nogmaals, om hem te citeren, zich afvraagt in zijn stuk, zijn bureaucraten dan beter dan bankiers? Dan is het antwoord nee, als het gaat om kredietverlening. Laat daar nou de markt zijn werk doen, in vredesnaam. Maar het antwoord is een krachtige ja, als het gaat om de verdediging van onze democratische grondrechten. Dus een splitsing, geldschepping door de overheid en kredietverlening helemaal door de markt, dat is een hele efficiënte. En dan zal ook de AFM die zal verlicht ademhalen, want dan is een heleboel van al die toezicht op toezicht op toezicht is niet nodig, want de markt doet zijn werk. Dus dat is een prachtige variant. Dan is nog even de opmerking net gevallen van ja, een oplossing van de jaren 30. Dat is niet waar. Het is een oplossing van een paar duizend jaar geleden. Aristoteles heeft gezegd dat geld een sociaal construct is. Iets, een maatschappelijke afspraak, helemaal niks meer, niks minder. Dus al die koppelingen met schuld, geld als schuld, dat is wat mij betreft
Dat is ouderwets. We moeten ons ook realiseren dat Lincoln, dit debat speelt al heel erg lang, die heeft daar dus ook op gewezen. Die heeft ook gezegd dus dat de belastingbetaler geweldige bedragen kan schelen en dat de democratie richting kan geven aan de ontwikkeling wanneer we dat anders zouden doen. Er is nu, zegt ook hij, sprake van een fundamentele weeffout in het bestel. Het is wat dat betreft dus zorgwekkend. U zou zich moeten realiseren hoe dit debat al honderden jaren, ik zou zeggen duizenden jaren, maar vooral de afgelopen paar honderd jaar, door de geschiedenis heen loopt. Ook van ons hier in het Westen in Europa. En er wordt vaak gezegd dus dat ons succes van onze beschaving al hier te danken is aan ons corrigerend vermogen. Het vermogen om dus fouten, weeffouten, te elimineren. Nou, ik ben benieuwd of dat ons dat gaat lukken. Het is vanmorgen al eerder voor opgeroepen. Wij zijn tot nu toe wat dat betreft pennywise pound foolish. We spreken ook in dit huis over vrij kleine onderwerpen. Een paar weken geleden nog over die schilderijen aankoop bijvoorbeeld. Terwijl dit hele grote gebeuren nu op de agenda staat. Ik hoop dat het daar dus blijft. Dus ik wil krachtig benadrukken dat het hier om iets heel erg wezenlijks gaat. En ik wil u ook eigenlijk aanraden om u te verdiepen in de geschiedenis van dit onderwerp. U zult versteld staan. Ten slotte, voorzitter, een kleine oproep. Yes. Hier om de hoek van deze zaal staat een beeld van Thorbecke. Kunt u Die Thorbecke heeft drie dingen gezegd. Punt 1. Wij mensen hebben vrij vervelende eigenschappen. Daar zijn we natuurlijk dat geldt voor alle maatschappelijke terreinen overigens, maar ook met die hele bankendiscussie natuurlijk aardig achtergekomen. Punt 2 zei die Thorbecke, dat gaan we de komende jaren heus niet veranderen. Maar, zei hij, punt 3, we kunnen het wel zo organiseren dat we daar geen last van hebben. En dat lijkt mij de opgave voor deze vergadering. En dit is wat mij betreft ook dus de missie van de parlementaire democratie, van u dus. En ik wou daar dan slot aan toevoegen dat we misschien dat zo zouden moeten opvatten. Dat het nu vooral gaat om een principebesluit hoe wij ons bestel inrichten. En de details, daar kunnen we natuurlijk nu nog een heleboel over gaan steggelen. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Maar laten we proberen om de komende tijd nu ons uit te laten over de fundamentele democratische principia die aan dit debat ten grondslag liggen. Dank u wel. Dank u wel. Ik dacht dat het niet zou hoeven, maar even in herinnering. Ik heb een paar minuten geleden gevraagd of we dus in de rest van deze sessie niet kunnen applaudisseren of ook niet andersom. De heer Broosens. Dank u wel, voorzitter. Teunis Broosens. Ik ben macro-econoom en filosoof van studie. Ik heb bij de Nederlandse Bank gewerkt, bij de AFM en sinds 6 jaar bij het economisch bureau van ING. Dus ik heb eigenlijk het financiële stelsel vanuit de monetaire theorie, vanuit toezicht en vanuit de praktijk van een bank kunnen bekijken. Dus ik kan ook deze invalshoeken, vanuit deze invalshoeken wil ik u graag mijn visie op het geheel geven. En ik wil allereerst wel mijn complimenten maken aan het burgerinitiatief voor het agenderen en het zeer succesvol op de agenda van de Tweede Kamer zetten van dit onderwerp, van het geldstelsel. Krediet en geld zijn natuurlijk wezenlijke elementen van de moderne economie. Dat is inderdaad de afgelopen jaren onvoldoende onderkend. En niet in de laatste plaats in de economische wetenschappen. Dat is een zeer terecht punt. Eigenlijk decennia lang is ook in de economische wetenschap is de financiële sector en de rol van krediet een ondergeschoven kindje geweest. En dat is nu gelukkig aan het veranderen. Ik hoop ook dat met dit debat dat de maatschappelijke kennis over het financiële stelsel verbetert. Dat hoop ik met de heren en dames ongetwijfeld van het burgerinitiatief. Want ook daar geldt, financiën zijn heel belangrijk. Hè? En het is een beetje wat bij de AFM wel wordt gezegd, wordt verzucht eigenlijk moet ik zeggen. Mensen besteden als ze een nieuw huis kopen vaak meer tijd aan het uitzoeken van de keuken dan aan het uitzoeken van de hypotheek. En de vraag is of dat de juiste volgorde is. Hè? En dat geldt op individueel niveau, maar dat geldt ook op maatschappelijk niveau. Hè? Hoe we ons financiële stelsel inrichten en hoe dat werkt is gewoon fundamenteel. En ja, enige basiskennis, het is zo complex dat het lastig is dat iedereen het volledig doorgrondt, maar enige basiskennis zou heel welkom zijn. Kortom, ik ben heel blij dat we het hierover hebben. Het wil niet zeggen dat ik het eens ben met alle hervormingsvoorstellen. En eigenlijk het plan voor publieke geldschepping, als ik het even zo samenvat, daar heb ik eigenlijk drie. Mijn kritiek concentreert zich rond drie punten. En het eerste is eigenlijk heel fundamenteel. En dat is de vraag, wat is nou de cruciale variabele in het systeem? Is dat geld of is dat krediet?
En het burgerinitiatief lijkt toch te suggereren dat het om geld gaat. Terwijl volgens mij krediet en kredietproductie, en de voorgaande sprekers hebben dat ook al over gehad, krediet is de fundamentele variabele die het systeem drijft. Geldschepping is daarvan een bijproduct. Dus volgens mij, als je iets in het systeem wil doen, dan moet je aangrijpen op krediet. Dat is namelijk de bron van goed en van kwaad. Het tweede punt is dat rond krediet natuurlijk al de nodige hervormingen in gang zijn gezet en ook nog bezig zijn. En ik zou wat dat betreft zeggen van geef dat eerst een kans voordat je radicale, ik begrijp dat ik dat woord niet mag gebruiken, maar toch, voordat je alternatieven overweegt die toch een, laat ik zeggen, grondige herziening van het systeem zijn. En het derde punt is, ja, als je dan toch aan dit soort alternatieven denkt, dan heeft volgens mij het plan van publieke geldschepping een belangrijk nadeel. Mevrouw Schouten refereerde daar al aan en dat is de vraag dat de publieke instelling die de geldschepping moet gaan, of die de geldgroei moet gaan bepalen, heel kwetsbaar zal zijn voor maatschappelijke druk. Vanuit de maatschappij, vanuit bedrijven, maar ook vanuit de overheid. En we weten vanuit alle overheidsorganen, vanuit toezichthouders, vanuit de centrale bank, hoe lastig het nu al is om te gaan met die maatschappelijke druk. En dat zal in dit geval bij een instituut dat de geldschepping bestiert wel nog veel sterker zijn. Dus ik vind dat wel een heel groot kwetsbaar punt in het voorstel. En dan wil ik tot slot toch nog even ingaan op dat eerste punt, hè, krediet versus geld. Want ik kan eigenlijk niet dat genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om op krediet te focussen. En de reden is ook van stel nou dat je focust op geld en dat je geldschepping nationaliseert of in een publieke instelling brengt. In wat voor vorm dan ook zal kredietverlening doorgaan. Hè? En de initiatiefnemers zeggen ook van dat is prima, dat juichen we toe. En eigenlijk wat de initiatiefnemers zeggen daar is het moet voor de bevolking duidelijk worden of je belegt je geld veilig. Je stalt het veilig bij een instituut wat digitaal gartaal geldt, of in ieder geval een instituut wat duidelijk de backing van de overheid heeft. Of je stopt het in een riskante kredietonderneming, waarbij dus duidelijk moet zijn dat er risico aan kleeft. En ik zie daar echt een groot probleem, omdat je kunt dat mensen nog zo duidelijk vertellen, maar volgens mij heeft de historie aangetoond in Amerika in 2008, waar de geldmarktfondsen, de money market funds, waar geen overheidsgarantie op zat, toch moesten worden gered, omdat er zo'n grote roep ontstond van al die mensen, en moet ik zeggen, dat waren vaak professionele beleggers en geen particulieren. Professionele beleggers die willens en wetens in die fondsen waren gestapt. En toen puntje bij paaltje kwam, toch gingen roepen naar de overheid, komt u ons redden. We hebben het in Nederland met iSafe gezien, waar in principe duidelijk was dat het niet onder het Nederlandse depositogarantiestelsel viel. Ook daar zou je kunnen zeggen, dat was helder. Toch zijn mensen daarin getrapt. Dus ik denk dat het ontzettend lastig is. Je kunt ook hier juridisch en van tevoren duidelijk zeggen, de overheid zal deze kredietinstellingen niet gaan redden. Maar als puntje bij paaltje komt, ben ik bang dat de overheid toch de klos zal zijn. Dus vandaar dat ik denk, volgens mij moet je echt bij krediet zijn, moet je de kredietverlening reguleren. Er zijn ook nieuwe gereedschappen voor, macroprudentieel toezicht. Dat kan gesleuteld worden aan kapitaalratio's en aan allerlei andere ratio's waarmee de centrale bank de kredietverlening directer kan reguleren. Dank u wel. Dank u wel. Tot slot de heer Berk. Voorzitter, dank allereerst voor de uitnodiging van uw commissie om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden op dit, over dit zo belangrijk onderwerp. Ik spreek vandaag namens de Nederlandse Bank. Ik denk dat het vanuit het oogpunt van transparantie ook goed is als ik meld dat ik tevens ook plaatsvervangend kroonlid ben van de Sociaal Economische Raad en hoogleraar Geld en Bankwezen Rijksuniversiteit Groningen. Ik constateer allereerst dat het een buitengewoon complexe materie is. Maar dat neemt niet weg dat centrale bankiers, zoals ik, een taak hebben om aan het bredere publiek uit te leggen hoe het monetair-financiële systeem werkt. En daarnaast ook nog inzichtelijk te maken waar mogelijk risico's zich in het financiële systeem aan het manifesteren zijn. En wat dat laatste betreft zou ik ook graag ons zojuist verschenen overzicht financiële stabiliteit van de Nederlandse Bank aanbevelen om te lezen. En dus tot slot hebben wij ook een taak als Nederlandse Bank om aan te geven welke inspanningen geleverd worden om het systeem weerbaarder te maken. En ik denk dat al deze onderwerpen zich heel goed lenen voor een bijeenkomst zoals deze vandaag. De context van dit maatschappelijke debat over het monetair financiële systeem is heel erg goed te begrijpen.
Het vertrouwen van het publiek in de financiële sector heeft een hele grote deuk gekregen sinds het begin van de mondiale financiële crisis. En juist dat is een fundamenteel probleem, omdat ons financiële systeem in de kern gebaseerd is op vertrouwen. En dat geldt in de eerste plaats ook voor de waardevastheid van ons geld. Maar daarnaast ook voor de financiële instellingen die zo'n belangrijke rol spelen bij het betalingsverkeer en bij de kredietverlening. De uitdaging voor beleidswerkers, beleidsmakers, maar ook voor de financiële sector zelf, is nu te komen tot een duurzaam herstel van vertrouwen. En de discussie vandaag gaat over de wijze waarop het financiële systeem verstevigd zou moeten dan wel kunnen worden. En de oplossing die beleidsmakers wereldwijd momenteel nastreven, is het vergroten van de robuustheid van het bestaande financiële systeem. Kort gezegd, de maatschappij verlangt terecht van ons veiliger banken en een veiliger financieel systeem. De manier waarop dat wordt vormgegeven thans is door een substantiële aanscherping van liquiditeits- en kapitaaleisen waar banken aan moeten voldoen. In de kern gaat dit debat over het beheersen van risico's. En in een vrije of in een markteconomie gaat het daarom, om het beheersen van risico's. Het gaat niet om het elimineren van risico's. En dat laatste zou neerkomen op het weggooien van de baby met het badwater. Wat we er ook van vinden, banken hebben ook een maatschappelijk belangrijke rol. En als ze die rol juist vervullen, dan zijn ze in staat om over de economische cyclus schokken te dempen. En samen met de vragers van krediet en geld zorgen aanbieders, de banken en de vragers, samen voor zowel de groei van de kredietverlening als de allocatie daarvan. In een markteconomie wordt dit bepaald door het samenspel van vraag en aanbod. Het doel van de aanscherping van de toezichtsnormen zorgt dat dit proces beter beheersbaar is en minder gevoelig voor uitbundige marktsentimenten. Tot slot, voorzitter, ons prachtige land heeft heel veel te maken met de externe omgeving. Het monetaire beleid, het bankentoezicht, dat zijn tegenwoordig primair Europese aangelegenheden. Bovendien is ons land als een kleine open economie, ook in monetair financieel opzicht, in belangrijke mate vervlochten met de rest van de wereld. In die zin heeft Nederland veel profijt van een versterking van het monetair financieel stelsel op mondiaal niveau. Dank u wel. Dank u wel. Dan gaan we naar een eerste ronde vraag van de Kamerleden. Graag weer één vraag per persoon. Als eerste de heer Mekies van de SP. Dank u wel, voorzitter. Het valt mij op dat in ieder geval alle genodigden benadrukken hoe belangrijk de discussie is die we hebben over het geldstelsel. Ik zou eigenlijk de toezichthouders wat dat betreft met name willen vragen. Het is nog niet echt een discussie, merk ik. Ze leggen vooral uit hoe het huidige systeem werkt. Maar ik zou hen echt nadrukkelijk willen vragen om in te gaan op de voorstellen van Stichting Ons Geld. En uiteraard met name de rol van de overheid, geldschepping in handen van de staat. En ook de vermeende voordelen die zij, daarin zien. Dan gaat het om de markt, die, wat de heer Van Egmond ook zegt, die emotioneel reageert, irrationeel reageert. Maar ook de aanpak van de schulden. Deze zaken, de boom-bust economie aanpakken. Is dat beter mogelijk met in het andere systeem? Dus ik stel eigenlijk aan hen juist precies de omgekeerde vraag van, is hetgeen u graag wil niet mogelijk binnen het andere systeem van geldschepping door de staat? Dus die vraag die stelt u aan de heer Polman en aan de heer Berk. Dus dat is voor straks. Okay. Dan de heer Nijboer van de Partij van de Arbeid. Dank ook voor de uitgebreide toelichting en goede papers. Zeer behulpzaam voor ons. Ik heb een wat preciezere vraag, want er worden heel veel fundamentele zaken hier geschetst vandaag. En er wordt ons ook grote macht toegedicht als politici, en die hebben we ook. Maar het vergt ook zorgvuldigheid. Ga maar fundamenteel anders en bekijk de details later wel, kunt u van ons niet vragen. Dat kunnen we niet bieden en dat zou ik ook niet verantwoord vinden. Daarom een wat preciezere vraag aan de Nederlandse Bank, aan de heer Berk. Want zojuist werd het voorbeeld genoemd van waarom bestaat er in Nederland eigenlijk geen bank waar je gewoon je spaargeld
kunt neerzetten. Waar verder niks mee wordt gedaan en waar het gewoon veilig is. Hè? Dat je niet een bank kan omvallen en zo. Wat belemmert dat? Zijn er dingen die dat belemmeren? En zo nee, waarom ontstaat dat dan niet? Dat zou ik misschien ook aan de AFM kunnen vragen, voorzitter. Ja, dat is ook aan beide heren gesteld. Dan de heer Koolmees van D66. Dank, voorzitter. En veel dank aan alle heren. Het zijn weer allemaal heren voor de inbreng. Nee. Gelukkig hebben we mevrouw Schouten. Gelukkig hebben we mevrouw Schouten ook zitten. Maar aan de inbrengerskant valt me vaak op dat het vaak heren zijn. Veel dank. Ik ben het zeer eens met de vraag van de heer Nijboer over een depositobank. Lijkt me een heel interessant fenomeen. Als dat ook in de markt zou kunnen worden gezet als een alternatief voor de bestaande bank. Maar dat is niet mijn vraag. De kern van de discussie lijkt te gaan, wat mij betreft, over geld is wel of niet krediet. En ik hoor in dit rondje fundamenteel verschillen tussen de heer Bezemer, de heer Brozen zeggen het zijn echt geld is schuld, dus is krediet. En de heer Van Egmond zegt net heeft niks met elkaar te maken. En ik zou eigenlijk een soort discussie willen tussen de heer Bezemer en Van Egmond over dit fundamentele punt. Want dat is voor mij de kern van dit hele verhaal, ook de kern van het voorstel van de initiatiefnemers. Ik denk dat het daar inderdaad fout loopt, het initiatief. Maar kan de heer Bezemer reageren op het betoog van de heer Van Egmond? En ik wil de voorzitter vragen om daar nog even een 1-2'tje mogelijk te maken tussen de twee heren om daar op te reageren. Dank u wel. Dus die is voor beide heren. Ja. De heer Harbers van de VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank ook aan alle insprekers. Ik ben ook blij met de vraag van de heer Nijboer en de heer Koolmees, want dat ruimt al op mijn lijstje met vragen. Dan ga ik even naar een ander thema. De eerste twee insprekers, de heer Polman en Bezemer, die wezen ook vooral naar de huizenmarkt als markt waar nu nog te veel schuld wordt gemaakt. Kunt u daar wat verder op ingaan en ook hoe u voor zich ziet dat dat dan verder zou moeten landen? Want tegelijkertijd is de keerzijde van het aanpakken van grote schulden daar, dat het dus in de praktijk voor veel mensen die nu nog wel een koophuis kunnen krijgen, onmogelijk zal worden om zich nog langer in die markt te begeven. En dat zal ook maatschappelijk weer tot veel, voorzichtig stellen, gedoe leiden. Dus hoe en vooral ook in welk tempo ziet u dat daar dingen zouden moeten gebeuren en hoe moeten dan die maatschappelijke gevolgen worden opgevangen? Dank u wel. Dan is het volgende is de heer Klein. Ja, voorzitter, centraal staat het woord krediet of daarmee samenhangend op het moment dat je het uitleent de schuld die ontstaat. Dat is enerzijds waar het gaat over de productieve markt en dat waar het gaat over hoe kun je daar iets mee doen. Aan de andere kant is dat we de krediet ook feitelijk neerleggen bij de staat. De staat die daar een stuk financieringen heeft. Mijn vraag is in feite, als we nu praten over de hele discussie over de kredieten en schulden bij de private sector, hoe en de geldschepping dus daadwerkelijk bij de overheid. Hoe verhoudt zich dan met juist alle discussies die we hebben over onze staatsschuld? En waarbij juist de staatsschuld extra geld creëert in feite om activiteiten die de staat belangrijk vindt en dat onderscheiden in productieve en niet-productieve activiteiten, om dat te realiseren. En hoe verhoudt zich dat dan in de discussie tussen geldschepping enerzijds als overheid als waakhond, als vierde macht, om het zo maar uit te drukken, en anderzijds als eigen rol als consument, zeg maar, de overheid als consument. Dank u wel. Dan de heer Van Dijk van de PVV. Ja, voorzitter. Dank aan de insprekers. Ik had een vraag voor de heer Polman. Want hij zegt in 2007, 2008 kregen we een soort wake-up call hoe gevaarlijk het systeem eigenlijk is. En vervolgens heeft de politiek en beleidsmatig hebben we aan wat knoppen gedraaid om die kredietverlening een beetje aan te scherpen. Maar de vraag natuurlijk aan de toezichthouder AFM, maar ook aan de DNB is dat nu voldoende? Of zit er toch structureel iets fout in het systeem, wat de initiatiefnemers meer agenderen? En zitten we nu eigenlijk een beetje wat knopjes te draaien en een beetje de hypotheekrente, loan to value, een klein beetje minder. En dan is het klaar en dan kunnen we weer verder. Of moet er iets structureels veranderen in het systeem?
Dank u wel. Dan mevrouw Schouten van de ChristenUnie. Ja, voorzitter. Eigenlijk had ik ook dezelfde vraag als meneer Koolmees. Want ik was heel benieuwd om of dat de heer Beesemer ook op de heer Van Egmond zou willen reageren. Maar heb ik nog een vraag specifiek aan de heer Van Egmond. Want hij zegt van de coördinatie is het probleem. Dat is echt een kernpunt in zijn analyse. Kan hij wat meer uitleggen hoe die coördinatie volgens hem dan in het werk zou gaan op het moment dat we het op een nieuw stelsel zouden laten aankomen? Wie zou dan welke coördinatie op welk moment moeten hebben? En hoe bepalen we uiteindelijk dan welke variabelen, laten we maar gewoon technisch, niet politiek, maar technisch proberen te benaderen, hoe we dan bepalen hoe groot de geldhoeveelheid zou moeten zijn? En die stelt u aan de heer Van Egmond. Okay. Dan de heer Omtzigt van het CDA. Ja, voorzitter, ook dank voor de inleiding. En ik sluit me van harte aan bij de vraag van de heer Koolmees. Want die discussie die zou ik inderdaad graag even zien tussen de heer Beesem en de heer Van Egmond. Dat daar zeg maar de essentie van de spanning zit. En mijn nadere vraag gaat aan de heer Van Egmond ook over. Als iemand anders erop wil reageren, ook prima. Ik heb wel duidelijk gehoord bij de introductie waar de... waar volgens de indieners de problemen zitten. Maar ik begrijp van de oplossing nog niet heel veel, in alle eerlijkheid. In de afdeling van, je hebt een nieuw instituut, dat zou DNB 2.0 zijn, of ik weet niet hoe we dat gaan noemen. Dat gaat geld scheppen. Maar hoe werkt dat geld scheppen? Is dat geld dat monetair gedekt wordt met goud en met deviezen? Is het geld dat gedekt wordt met onroerend goed of met goederen die in staatseigendom zijn? Hè, is bijvoorbeeld is het staatsbosbeheer het onderpand van het nieuwe geld? Ik noem even, hebben we gedekt of ongedekt geld? Want ik zie op Twitter al een aantal dingen richting mij komen, maar... Een van de redenen dat het in de middeleeuwen niet zo gek ging, is dat elke nieuwe koning de schulden van de oude koning niet meer erkende en het geld. Hè? Ik bedoel, we hebben ook wel wat ervaring in het verleden dat het niet lekker ging. En hoe gaat dat dan technisch uitwerken? In de zin van, mag die zelf zeggen, vanaf vandaag is er 10% extra geld en dat allokeer ik of dat ga ik uitgeven. Kan dat geldhoeveelheid ook dalen? En als de geldhoeveelheid daalt, hoe haal ik geld weg bij mensen zonder tot onteigening over te gaan? Want dat doe je op het moment dat je geld uit de markt haalt of je moet daar belastingheffing tegenover zetten. Dat onderdeel van het nieuwe stelsel, als ik daar een korte toelichting op zou kunnen hebben. En dan tot slot de heer Wortman, uw vraag. Voorzitter, er wordt een opname gemaakt, dus het zou prettig zijn, want u zult die opname straks kunnen terugzien. Oké, is goed. Okay, ja, dus, daar kunt u nog even omlopen, dan pakt u even die microfoon. Of ja, dan moet u voorzitten hoor, die zitten vast aan de tafel. De ratio's. Veel wordt gezegd als alternatief voor ons voorstel dat er namelijk ook de mogelijkheid is om namelijk de kapitaaleisen te verhogen. Nu hadden wij daar zelf een soort visie van. Wij weten inmiddels dat commerciële banken zelf de geldpers in handen hebben. En dat het dus ook niet zo moeilijk is voor het bankwezen als geheel om, laat ik zeggen, zelf geld te maken, waardoor ze hun eigen vermogen als geheel kunnen versterken. Heel simpel gezegd, de bank leent geld aan iemand en die ander die koopt dan daarvan aandelen in die bank. Dus dat principe, dat zien wij als een mogelijkheid. En wij denken dan ook dat de ratioverhoging leidt tot inflatie. Want die banken gaan meer geld maken. En tot concentratie in het bankwezen. Want namelijk dat geld dat er gemaakt wordt, gaat naar de beste banken toe. Dus dat is wat wij denken. Dat het geen oplossing is van het probleem. Alleen maar gaat zorgen voor inflatie en concentratie. En nu is de vraag aan DNB. Waarom denkt u dat dat niet waar is? En verder heb ik nog een opmerking. Dat is de vraag aan de heer Beesemer. Nee, DNB. Oh, aan DNB. Ja. Okay. Heer Berk. En dan een vraag ja, en uitnodiging. Daar wil ik het bij laten. Want we doen één vraag per persoon. Ja, excuus. Ja, helaas. Dus, ik stel voor, we hadden twee vragen allebei aan... gewoon even de volgorde, denk ik. Even eerst die twee vragen die een beetje wel met elkaar verbonden zijn... en daarna krijgen we die discussie tussen u beiden. Dus de heer Berk en Polman zijn beide gevraagd... dat zijn die vragen van de heer Marquise en Nijboer... over de geldschepping in handen van de staat... en over de, laat ik zeggen, de depositobank. En dan daarna gaan we door naar de heer Beesemer en de heer Van Egmond... Heer Berk. Dank u, voorzitter. Ik geloof dat in de eerste ronde al de vragen door enkele commissieleden werden gesteld waarom de overheid beter zou zijn in termen van geldschepping
dan in het huidige systeem. Dat is een hele terechte vraag. Ik denk dat historie uitgewezen heeft dat het niet heel erg verstandig is om de overheid aan de bankbiljetten pers te laten zitten. Dat heeft geleid tot maatschappelijke ontwrichtende inflatie. Dat is niet per se iets wat we alleen nog maar kennen uit de boekjes in de jaren 30 van de vorige eeuw. Gelukkig zijn we niet zover, maar ik hoef alleen maar te wijzen op Zimbabwe heden ten dagen. En dan kunnen we zien waar dat toe leidt. Dat gezegd hebbende, zijn er ook andere redenen om je af te vragen of het systeem wat het burgerinitiatief voorstelt wel superieur is aan het aanpassen, want dat heb ik benadrukt, van het huidige systeem, het weerbaarder maken van het huidige systeem. Ik denk dat het plan van het burgerinitiatief op een aantal punten op zijn minst wat nadere toelichting verdient. En mijn belangrijkste probleem zit hem bij het ontkennen of het weinig benoemen van de rol van vragers van geld, dan wel vragers van krediet. En, want zoals ik in mijn introductie al zei, krediet en geld is in onze economie een samenspel van vraag en aanbod. Dus mijn vraag zou zijn waarom door uitsluitend de aanbodkant van geldschepping te beheersen, je daarmee per se het probleem zo opgelost zou hebben. Het is nog steeds mogelijk dat ondernemers te euforisch zijn, verkeerde investeringsbeslissingen nemen. Het is nog steeds mogelijk dat consumenten al dan niet door externe prikkels zoals fiscale stimulering van vreemd vermogenfinanciering, en masse te veel krediet gaan opnemen, vragen. En dat zijn allemaal mogelijke oorzaken van procycliciteit in het systeem en ook financiële instabiliteit. Een ander punt wat ik heb, en dat was volgens mij ook al een vraag, ik geloof van mevrouw Schouten, is hoe zou je, de overheid dan wel een centrale bank, maar in het voorstel de overheid, of een kredietcomité of geldscheppingscomité, hoe bepaal je nou de geldhoeveelheid, de optimale groei van de geldhoeveelheid? Dat is niet doenlijk. Centrale banken, vanuit een ander perspectief in het huidige systeem, hebben dat in de jaren 70 en 80 geprobeerd. Dat werkte niet en dat werkte om een aantal redenen niet, maar een belangrijke reden is dat de voorkeuren van u en mij, bijvoorbeeld in termen van betalingsverkeer, die laten zich heel lastig voorspellen en het is heel moeilijk om precies te duiden welke groei van de geldhoeveelheid past bij een stabiele, houdbare economische groei. Met als resultaat, als je misschiet, dat je extra volatiliteit in je economie creëert, wat ook weer nadelig zou kunnen zijn. Dus er zijn nog wel een aantal redenen, maar omwille van de tijd beperk ik me tot deze punten, voorzitter. Zal ik eerst de heer Polman het woord nemen? Op hetzelfde punt, op de eerste vraag is dat dan, heer Polman. Ja, de reactie op het initiatief. Nou, zoals ik zei, wat ik helemaal steun in het initiatief is, denk als overheid na over digitaal geld en of je daar niet een actieve rol in wil spelen. Dat ik dat ondersteun is niet vanuit de missie van de AFM, maar dat is vanuit als wij als AFM kijken naar wat is er allemaal aan het veranderen als gevolg van technologieontwikkeling. En wat gaat dat doen met het financieel stelsel in onze samenleving? Dan is de toepassing van blockchain technologie en de mogelijkheid om daar ook geld of quasi geld op te maken een hele belangrijke, wat je niet aan de markt over moet laten vanwege die redenen die ik gaf. En dat heeft meer met controle van geld te maken. En vanuit Nederland is het een beetje abstract debat nu, omdat we heel veel vertrouwen hebben in ons geld. Maar ik denk als je verplaatst in de Catalanen die onafhankelijk willen worden of de Grieken die een euro uit zouden willen stappen, dat zijn van die crisissituaties dat dat soort systemen zomaar geadopteerd kunnen worden en daar wil je van tevoren over nagedacht hebben.
Dus daar ben ik het eens met initiatiefnemers. Waar ik fundamenteel verschil van inzicht met initiatiefnemers is het vertrouwen dat ze hebben in de heilzame werking van de markt. En wat ze zeggen, geld, leg dat nou echt in de handen van de overheid, maakt dat helemaal veilig. En laat krediet, beschouw dat meer als beleggen. Ik wou dat het merendeel van de mensen daarmee om kon gaan. Dan hadden we het niet zo druk bij de AFM en dan was er ook minder overheid op dat gebied nodig. Maar wat we zien is, en ik denk dat de heer Broos dat heel mooi heeft uitgelegd met twee simpele voorbeelden, is dat we ons toch massaal, of dat velen van ons zich massaal laten verleiden als ergens iets meer rendement gemaakt wordt, om dan de kleine staartrisico's die eraan verbonden zijn te negeren. iSafe is een prachtig voorbeeld en de geldmarktfonds ook. Oké, dan de vraag over de depositobank. Wat zijn nou die belemmeringen ook aan u beiden gesteld? Nou, depositobank, daar wilde ik dus van dat punt maken van dat mensen uiteindelijk naar de alternatieven zullen grijpen. En dat begint als van oké, ik ben aan het beleggen, ik neem risico. Mensen zijn zich nog bewust van omvallende banken. Maar na 5 of 10 jaar is dat geheugen gewist. En ben je een dief van je eigen portemonnee als je geld aanhoudt op die depositobank. Want de heersende mening op de straat is dat je spaart. En dat wordt dan weer als veilig gezien bij die commerciële bank die jouw rendement geeft op je spaargeld. Heer Berg? Ja, ik ben het helemaal mee eens. Er is geen, bij mijn beste weten, geen juridische of wettelijke reden waarom dat niet zou kunnen. Anders dan dat voordat een dergelijke vergunning zou worden verleend, ook het businessmodel van zo'n bank zou moeten worden bestudeerd. En dan komen we op het punt van de heer Polman. Waar moet zo'n bank zijn geld mee verdienen? En zelfs al wordt dat ex ante duidelijk en wordt zo'n vergunning verleend, als depositohouders zich gedragen zoals de heer Polman suggereert, zal zo'n bank niet een heel lang leven beschoren zijn, omdat die depositohouders liever naar een instelling gaan waar rente aangeboden wordt. Oké, dank u wel. Dan was er de vraag van de heer Koolmees over het fundamenteel het onderscheid tussen geld en krediet. En dat was als eerste vraag of de heer Bezemer kon reageren op de woorden van de heer Van Egmond. En daarna nog even de kans van de heer Van Egmond om te reageren. Ja, dat is een hele mooie vraag. Ik geef hier vanaf volgende maand een cursus over in Groningen, dus ik nodig u allemaal uit om mee te doen. Ik zeg dat niet alleen als een grapje. Ja, dat is 10 seconden extra spreektijd. Hè? Ik zeg dat niet alleen als een grapje, ook wel natuurlijk, maar ook omdat het echt door de geschiedenis van het monetaire denken, dus de afgelopen eeuwen, loopt dit onderscheid tussen, moet je geld als geld zien, als een ding, als een klompje goud wat je door kunt geven, wat in principe de overheid ook aan banken kan geven, of moet je geld zien als krediet? Dat loopt eigenlijk als een rode draad door het denken over wat geld is. En geld is niet zozeer anders dan krediet, geld is een vorm van krediet. Andere vormen van krediet zijn bijvoorbeeld handelskredieten die bedrijven aan elkaar kunnen geven. Ik kan nu een krediet uitschrijven, ik kan op een briefje schrijven, u krijgt van Dirk Bezem 10.000 euro. Als u dat aan wil pakken voor mij in ruil voor 10.000 euro... Dan heb ik krediet uitgegeven. Iedereen kan dat doen. Iedereen kan krediet uitgeven. En zo gauw dat krediet algemeen geaccepteerd wordt, dat briefje, dan is het geld. En dat is precies wat banken doen. Die geven liabilities, die geven claims op zichzelf uit. En die worden algemeen geaccepteerd als geld. En dat is een vorm van krediet dus, van bankkrediet. En dat is inwisselbaar met andere vormen van krediet. Ik noemde al even handelskredieten. Nou, bedrijven kunnen bezuinigen op het gebruik van geld. Gebruik van geld, van cash is kostbaar. Door elkaar handelskrediet te geven, en dat doen ze continu. Ongeveer een kwart van het BBP, een kwart van de Nederlandse economie, loopt op handelskrediet, niet op geld. Gaat met gesloten beurzen, zou je kunnen zeggen. Hè, dus kredieten, allerlei vormen van private kredieten en bankengeld zijn met elkaar inwisselbaar. Dus in die zin is geld een vorm van krediet. En geld is natuurlijk ook een vorm van een vorm van krediet, omdat de geldhoeveelheid toeneemt als banken leningen uitgeven. En wat nu het geval is met het voorstel van de Stichting Ons Geld, dat ze zeggen van ja, dat is eigenlijk iets wat we gewoon moeten veranderen bij wet. En wat ik zeg is, nee, dat zit ingebakken in wat het betekent om een markteconomie te hebben, en trouwens ook andere economieën. Dat is net hetzelfde als water droog willen maken, in mijn optiek.
Ja, ik heb al even gezegd dus dat Aristoteles zei dat, dat geld een sociaal construct is. Hij had het niet over schuld. Geld is gewoon een afspraak tussen ons. En wat mij betreft is dat een manier om waarden uit te wisselen. Meneer Brozens heeft in zijn position paper uitgelegd dat er op een gegeven moment in het interessante verleden meer krediet is verleend dan er geld is geschapen. Je kunt dus meer krediet verschaffen dan geld maken. Dat is ook logisch, want je kunt namelijk ook bestaand geld uitlenen. Als ik mijn bestaande geld aan u uitleen, dan heb ik het niet en u wel. En als je dat via een bank doet, dan hebben we het allebei. Dat is merkwaardig. Dat is ook het probleem. Je kunt ook omgekeerd geld scheppen zonder dat je krediet verleent. En dan ga ik een beetje anticiperen op die discussie die we zo meteen krijgen over hoe werkt dat dan precies. De overheid die moet dus geld maken. Nee, laat ik het zo zeggen. Je moet geld maken om dus de prijs constant te houden. Prijsstabiliteit was altijd de grote opgave van de centrale banken. Is slecht gelukt, want de afgelopen decennia zijn we met een factor 10 uit de rails gelopen. Dus dat is nogal al wat, niet zo goed geslaagd. Maar laten we even aannemen dat je die prijs constant houdt. Dan groeit de economie buiten, er komen meer auto's, viaducten, scholen en nog wat. En dan moet je dus om die prijs van die spullen constant te houden, moet je meer geld maken. Dan mag je meer geld maken. Dat is dan per jaar. Dat kan je dan uitrekenen, zo'n 10 miljard. En die 10 miljard, nee, herstel, tientallen miljarden, die worden dan dus, komt ook zo meteen op een bepaalde manier uitgerekend. Dat gebeurt heel veilig en zonder de waan van de dag. En dat kun je dan dus in de economie brengen. Als overheid kan je dat doen. Dus dat gebeurt dan via de DNB bijvoorbeeld. En dan komt er dus dit jaar 30 miljard in omloop. En wat doen we? Hoe gaat dat? Niks schuld. Dat geld wordt dus, u besluit dat we dat geld besteden aan infrastructuur. Wat mij betreft, milieukundigen, de omschakeling naar duurzame energie in Europa. Dat kunnen we daar fluitend van betalen namelijk. En dan zou dat geld dus in omloop komen via bouwvakkers, via mensen die daar werken, via infrastructuur, hoogspanningsleidingen enzovoort. Die mensen gaan naar de bakker, de melkboer en de groenteboer. En op die manier komt die economie dus op gang. En dan is er helemaal geen schuld. Dan is er een waarde die wij met z'n allen hebben in de samenleving gecreëerd. Die wordt dus verzilverd via nieuwe initiatieven die we als gemeenschap entameren met geld wat van ons is. En dan gaat dus die economie wel aan de gang. En dan komen we bij het volgende puntje ook pijnlijkerwijze. Dat is die quantitative easing die meneer Draghi nu doet. Nou, dat is gewoon een voorbeeld van schuldvrije geldschepping. Die man die drukt per maand 60 miljard. Klaas Knot moet er ook een deel van, en meneer Berk van, in wegzetten in Nederland. En dat geld is dus out of the blue gecreëerd. Alleen besteedt hij dat dan dus aan het opkopen van obligaties. We weten uit onderzoek in Engeland, 2009 is het ook geprobeerd, aan wetenschappelijk onderzoek, dat dat dus een mislukt is. En dat geld is blijven hangen in het financiële circuit bij de bovenste 1% rijkste mensen. Hoe je die het dan toch nog kan maken om dat opnieuw te gaan doen, begrijp ik niet. Maar goed, het gebeurt. Als dat geld van meneer Draghi zou worden besteed aan de Europese infrastructuur bijvoorbeeld, zou dat dus een heleboel meer werk geven, een geld in omloop brengen wat we zouden mogen in omloop brengen, de economie stimuleren en nieuw Europees land geven. Dus ik zie niet in, kijk, geld als schuld, dat is toevalligerwijze zo in dat benauwde denkraam waarin die banken privaat de afgelopen jaren dat hebben gemonopoliseerd. Maar dat is geen zins in het bredere context het geval. Ja. Tot slot, als u wilt, nog even meneer Bees, want ik zag u nee schudden op het laatst. Dus dan denk ik... Nou ja, het roept een heleboel vragen op. Laat ik het even heel helder zeggen dat geld als schuld alleen in een benauwd denkraam bestaat. Er zijn er ontzettend veel benauwde denkramen die ik gelezen heb die dat allemaal vinden. En daar zijn ook goede redenen voor. Want om het maar even te herhalen, er is niet zoiets als geld waar we een hekje omheen kunnen zetten. Dat is geld en daar kunnen we mee gaan doen wat we willen via allerlei wetten. En er zijn gewoon allerlei vormen van schuld. En een van die vormen is bankenschuld en dat is geld. Daar heeft ook de staat een hele grote rol in. En ik ben het met allerlei dingen eens dat we bijvoorbeeld dat geld beter kunnen gebruiken dan het nu wordt gebruikt door de ECB. Maar dat is een andere discussie, denk ik. Het punt is, kun je geldschepping en kredietverlening van elkaar losmaken? Ik zie er historisch geen precedent voor. En ik kan me ook gewoon niet goed voorstellen hoe dat dan in zijn werk gaat. Dus als ik het voorstel goed begrepen heb, maar ik heb het waarschijnlijk verkeerd begrepen, dan moet het ook beter opgeschreven worden natuurlijk. Dan is het zo dat de overheid geld uitgeeft en dat de banken alleen maar geld mogen verdelen. En dat doen ze door, ik neem aan, door toch weer leningen uit te geven. Ze gaan mij toch geen geld geven wat ik niet terug hoef te betalen. Dus dat is toch weer een lening. Dus in wezen geeft de overheid mij een lening. Dus de overheid is dan een kredietcreator. Ja, ik kan het niet anders zien, niet anders begrijpen.
Korte reactie, ja, voorzitter. In dat nieuwe beeld zijn banken hele nuttige maatschappelijke instellingen die dus echt expert zijn in risico-know-how. En van daaruit, dat is een toegevoegde waarde, zijn zij makelaars op de geldmarkt, zoals huizenmakelaars makelaars zijn op de huizenmarkt. En de risico's zijn ook gewoon aan die markt. De markt regelt daar die risico's. Dus de Tweede Kamer hoeft niet meer te vergaderen over de bankbuffers, want dat is een door de markt geregeld risico. Laat banken nou gewoon in de marktwerking hun werk doen en die makelaars worden die geld van mij gebruiken of uitlenen aan jou. En dat zijn dan kredieten zonder dat er geld geschapen hoeft te worden, want mijn geld wordt door jou gebruikt. Nou, dan de heer Bezemer, want is dat te popelen. Ja, dan om het heel duidelijk te hebben, dat als die banken er zo fijn aan het makelen zijn, en er komt weer een bubbelgeest over de Nederlandse samenleving, dat gaat gegarandeerd gebeuren. Het gebeurt gewoon regelmatig, vanwege de psychologie en alles. Dan wil iedereen zijn geld, laten we zeggen, in huizen stoppen. Dat verschijnsel kennen we in Nederland heel goed. Dan is er een algemene euforie over toenemende huizenprijzen, waar iedereen mee wil doen. Ook ambtenaren, ook de overheid zullen daarin meegaan. Hebben ze in het verleden ook altijd gedaan. Er is geen enkele reden om te verwachten dat het anders zou gaan. En die zullen dan de geldhoeveelheid doen groeien, wat door mensen als een lening opgenomen wordt van de banken, begrijp ik. En die mensen steken zich dan net zo goed diep in de schulden en er komt een huizenbubbel. Dus ik zie niet welk probleem het oplost. De huizenbubbel zal wel een probleem zijn, maar ik kan maatregelen bedenken die daar een beter antwoord op zijn. Ik denk, en dat is een paar keer al gezegd, dat je dan gewoon je rug moet recht houden. En dat je moet zeggen van iSafe, waarom hebben wij iSafe gered? Nou goed, dat was de onwetendheid van het oude bestel. Maar als je dus nu waarschuwingen afgeeft dat het markt geopereerd is, dan weet iedereen waar die aan toe is. Wij gaan ook de HEMA niet redden of V&D als het verkeerd gaat. En wanneer we in antiek hebben geïnvesteerd, begrijp ik, en dat gaat dan ineens verkeerd, gaan we ook niet. Dat zijn de risico's die iedereen neemt. En na een paar waarschuwingen kan dat gewoon in de markt gebeuren. Waarom zouden we daar ineens als overheid ons mee moeten gaan bemoeien? Dat eind is een zoek. Dus nogmaals, laat het daar gewoon de markt zijn werk doen en hou je rug recht. Oké, dank u wel. Dan gaan we naar de volgende vraag. Dat is de vraag van de heer Harbers dus over de opruiming van de schuldmarkt. Die was gesteld aan de heer Polman en de heer Bezemer. En dat ging over hoe en in welk tempo en hoe ga je om met de maatschappelijke gevolgen. Meneer Polman. Ik zou hem graag willen combineren en inleiden met de vraag van de heer Van Dijk. Die vroeg van, hebben we nu genoeg gedaan en is het systeem nu veilig? We hebben heel veel gedaan, maar ik zou het systeem niet veilig willen noemen. En dat is onder andere doordat de dingen die er moesten gebeuren was überhaupt het systeem in leven houden. In 2007, 2008 en later met de schuldencrisis is het ongelooflijk spannend geweest. En mede door heel stevig ingrijpen van centraal bankiers hebben we het systeem kunnen handhaven zoals het is. Maar ook door maatregelen met grote bijwerkingen. En een van de grote bijwerkingen is de lage rente die we nu hebben. Het gevolg wat dat heeft voor het gedrag van de financiële markten. En hoe de grote hoeveelheden geld op zoek zijn naar rendement. Dat betekent dat we in een omgeving zitten, en ik raad u aan om het meest recente overzicht financiële stabiliteit van DNB bijvoorbeeld na te lezen. Dan wordt het keurig opgesomd wat voor een soort risico's we nu zien in Nederland. En een van de grote risico's is dat de markt steeds volatieler is geworden. De prijzen gaan veel harder omhoog en naar beneden dan in het verleden het geval was. En dat gebeurt ook met de huizenmarkt. En we benadrukken dat niet voor niets steeds, omdat dat een van de bubbels is waar we hier in Nederland ook iets aan kunnen doen. En ik denk dat we twee dingen moeten doen. Het ene, proberen te zorgen dat die volatiliteit niet al te groot wordt. Maar het belangrijkste is ook de afhankelijkheid en de weerbaarheid van het moment dat het naar beneden gaat, die weerbaarheid vergroten. En dat betekent dat we de huizenmarkt niet met te veel schuld moeten financieren, maar dat er veel meer eigen vermogen in moet gaan zitten. En dan kom ik op het punt van de heer Harbert, van wat moet er dan in de structuur veranderen. Het segment van de woningmarkt wat met eigen geld gefinancierd is bijvoorbeeld de huurmarkt. Daar heeft de eigenaar tenslotte dat huis betaald. Dat gaat weer niet op het moment dat het een investeerder is die met veel geleend geld die huizen verhuurt. Dus we moeten ervoor zorgen dat er meer eigen geld naar de huismarkt zit. Dat zit onder andere in de huurmarkt. Dat is een manier om daar meer eigen geld in te brengen. En ik zeg het ook omdat de gebrekkig functionerende huurmarkt op dit moment
gezinnen dwingt haast om een huis te kopen. Voor sociale huurmarkt sta je in de Randstad 10 jaar op een wachtlijst. Als je voor je werk er toch ergens moet wonen, ben je aangewezen op de private huurmarkt of de koopmarkt. En omdat de private huurmarkt de huren zo ontzettend hoog zijn, is het vrij aantrekkelijk om het risico van het kopen te nemen. En in de tijd dat de huizenmarkt, of dat de prijzen stijgen, lijkt dat een heel goed besluit. Nou, we zitten weer in zo'n periode en door de lage rente zal dat nog wel een tijdje zo doorgaan. Dat zijn de periodes dat mensen massaal die hoge schuld aangaan in de hoop dat het in de toekomst beter gaat. Maar door die volatiliteit waar we gewoon mee te maken hebben op de markten, zal die huisprijs ook weer een keer naar beneden gaan. En op dat moment krijgen we weer de grote drama's bij veel huishoudens, zeker degenen die gaan scheiden of een baan verliezen, van die huizen die onder water staan. Vanuit het Financieel Stabiliteitscomité hebben we aanbevolen van zorg nou voor dat mensen minder kunnen lenen. Dat is een beperkende maatregel, maar daar hebben we ook meteen bij gezegd, zorg ook voor dat het alternatief aantrekkelijk is. En het is een beetje raar om dat in het parlementaire gebied, om dat bij deze commissie naar voren te brengen, omdat er een andere commissie is van BZK die erover gaat. Maar ik zou u als financieel specialisten op willen roepen om zich ook met het huizenmarktdebat bezig te houden, omdat de huizenmarktstructuur, de financiering daarvan, de stabiliteit van Nederland bedreigt. Dank u wel. Dan de heer Bezemer. Ik sluit me bij de laatste opmerking volledig aan. Maar de vraag was volgens mij, moeten we de private schulden nu snel omlaag brengen? Is dat niet heel pijnlijk? Klopt dat? Was dat de vraag? Breder ook de maatschappelijke gevolgen van hoe komen mensen dan wel aan een woning? Een deel van de mensen die nu een koopwoning hebben, sluit je daarmee uit. Zeker als ze geen eigen geld meenemen. Ja. Die moeten dus kunnen huren. Ja, dat zou ook een deel van mijn antwoord zijn. Volgens mij is er één ontwikkeld land wat na de oorlog nooit een huizenbubbel heeft gehad, en dat is Duitsland. Nou, dat is voor Nederlanders niet fijn om te horen, maar we kunnen leren van de Duitsers. Die steken veel geld in hun eigen huis en hebben een goed functionerende huurmarkt en hebben geen huizenbubbel gehad. Dus als je op de iets langere termijn kijkt, als je zegt, je moet gewoon mensen niet zoveel laten lenen voor een huis. Het is hypotheekverstrekking wat huizenprijzen opdrijft. Op microniveau nemen mensen een hypotheek omdat de huizen duur zijn. Maar op macroniveau worden die huizenprijzen opgedreven dat zoveel mensen hypotheken nemen steeds. En daardoor krijg je hoge schulden. Dus zorg je nou dat mensen zich niet zo hoog kunnen leveragen, dat ze niet zoveel schuld kunnen nemen ten opzichte van hun inkomen, kunnen ze ook veel minder bieden voor een huis, gaan de huizenprijzen niet zozeer in bubbels. En dan heb je die ongezonde dynamiek al voor een groot deel uit de markt gehaald. Alternatief moet je natuurlijk wel zeggen, ja, maar dan moet ik wel iets kunnen kopen. Ik kan niet zomaar 30.000 euro meebrengen of zo. Oké, dan moet inderdaad aan de huurmarkt worden gewerkt. Dat zijn dingen voor de iets langere termijn. Nu hebben we in Nederland een hele hoge private schuld. Zometeen gaan we het over de staatsschuld hebben. Maar we hebben een hoge private schuld. Ongeveer 200% van het bbp. De staatsschuld is iets van 80% van bbp. Peanuts. Echt peanuts. Private schuld is 200% tot 400%, net hoe je het meet. Dus dat is echt grote schuld. Internationaal onderzoek laat heel duidelijk zien, zie mijn position paper ook weer, gaat u er lekker in grasduinen, dat hoge private schulden leiden tot lagere economische groei. De economische groei was helemaal niet zo hoog voor de crisis. Leiden tot grotere kans op crisis en vooral leiden tot langere recessies na de crisis. Nederland heeft 7 magere jaren meegemaakt. 7 jaar met 2 recessies van ultralage groei. Dat heeft denk ik alles te maken met onze hoge private schuld. Op allerlei manieren, daar kunnen we nou niet allemaal uitgaan, spinnen al die mechanismen, maar daar wordt heel weinig onderzoek naar gedaan. Daar is heel weinig politiek debat over. Maar de grote macro-economische belang van hoge schuld en het slechte effect wat het heeft op onze economie, daar moet veel meer aandacht voor komen. En meestal wordt het dan alleen maar gepraat over mensen die hun schulden niet kunnen afbetalen. Nou, dat lukt nog wel. Maar iemand die, laten we zeggen, iedere maand de helft van zijn inkomen naar de bank brengt als aflossingen en rente, kan dat niet naar de Albert Heijn brengen of naar andere winkels. En dat is slecht voor de economie. En in die situatie zitten we nu. In een heel fragiel herstel. En daar moet veel meer aandacht voor zijn. Hoe kunnen we die schulden afbouwen? En er zijn allerlei manieren voor te bedenken. Maar eerst moeten we ons bewust worden ervan dat het een probleem is. Goed, oké, dank u wel. Ik kijk heel even naar de heer Berk. Omdat ook de koppeling al was gemaakt naar de vraag van de heer Van Dijk. Ze hebben aan de knoppen gezeten of is er iets meer fundamenteel? Zoals de heer Polman was er al mee begonnen met die vraag te beantwoorden. Dus misschien kunt u daar ook meteen bij aansluiten. Dus de vraag van de heer Van Dijk. Ja, ik denk dat
Het systeem is niet structureel fout. We hebben stappen gezet om het systeem weerbaarder te maken. We hebben daar geleerd van de financiële crisis. Het is niet alleen de toezichthouder en de banken en de kapitaaleisen verhogen. Dat zal ik zo nog op de vraag van de heer Wortman gaan. Maar ook bijvoorbeeld de overheid, die al haar verantwoordelijkheid neemt rond de hypotheekrenteaftrek. Er is net ook wat gezegd over de LTV's. Maar naarmate wij het huidige systeem weerbaarder maken, dan, en dat heeft de geschiedenis naar onze mening ook aangetoond, dan is dit systeem heel goed in staat om duurzame welvaart voor dit land te creëren. Zonder dat we dus tot allerlei revoluties moeten komen. Zal ik gelijk de vraag van de heer Wortman nemen? Ja, banken kunnen zelf geld maken. Een bank is ook een instelling met een winstoogmerk, althans de meeste banken. Dus die banken zullen kredieten verlenen alleen als zij de verwachting hebben dat daar rendement op gemaakt kan worden. En dat is in het eerste blok al aan de orde geweest. Een duur worden claim op toekomstige productiecapaciteiten. Maar het gaat allemaal om de verwachting van een bankier dat het geld wat hij heeft uitgeleend uiteindelijk wordt terugbetaald. Dus het is niet zo dat ze helemaal uit het niets en in het, tot het oneindige geld kunnen maken via de kredietverlening. De relatie tussen de toezichtseisen en de kredietverlening, denk ik, negeert de rol wederom van de vraagkant van in dit geval de kredietmarkt. Want als banken krediet verlenen, even aannemende dat zij daar allerlei rendementsperspectieven in zien, dan is het maar helemaal de vraag of al dat verstrekte krediet door degene die dit krediet opneemt gebruikt gaat worden om de aandelen van die bank te kopen. Dus ik waag te betwijfelen dat het mechanisme wat de heer Wortman noemt, of dat ook daadwerkelijk opgaat. En bovendien, de weerbaarheid van het systeem wordt niet alleen vergroot via microprudentiële eisen, daar had de heer Wortman het over, maar ook over macroprudentiële instrumenten die het stelsel als geheel proberen robuuster te maken. En we hebben ook nog steeds het monetaire beleid dat via de prijs van krediet het voor de banken een signaal geeft. In de zin dat de prijs van het krediet. Kijk, banken die creëren, voor zover ze krediet creëren, die hebben ook grondstof nodig. Die moeten ook gelden aantrekken om die kredieten te verlenen. Dus het gaat voor de banken, het is een propositie, de kosten van krediet ten opzichte van de opbrengst van de krediet. En als het gaat om de kostencomponent, daar heeft de centrale bank via het monetair beleid ook een rol te spelen. Dus er zijn meerdere ijzers in het vuur om het financiële systeem en de instellingen weerbaarder te maken. Dank u wel. Dan is er nog een vraag van mevrouw Schouten en ook van de heer Omtzigt. Een beetje gerelateerd aan elkaar, aan de heer Van Egmond. De vraag naar de coördinatie in het nieuwe systeem. En hoe werkt de geldschepping en hoe is dat dan gedekt? Onder andere die vraag. En er was ook een vraag van de heer Klein over de relatie van staatsschuld ten opzichte van dit initiatief. En u had niet gezegd aan wie, maar zou dan ook de heer Van Egmond. Aan de heer Bezemer is die. Okay. De heer Bezemer gaf al een voorzet, dus dat kan heel goed. Ja, die gaf al een voorzet, dus dan de eerste heer Van Egmond en daarna de heer Bezemer. Dank u wel, voorzitter. Ik wou even dan toch beginnen bij het vorige puntje van die huizenprijzen. Moet ze realiseren dat dat nou juist dus de clou van de zaak is. Er is een mechanisme gaande waarin dus banken krediet verlenen en daarbij geld scheppen. En dus die stijgende huizenprijzen die zijn gepaard gegaan met een geweldige geldschepping de afgelopen decennia van 700 miljard euro. En dan gaat natuurlijk de rente omlaag. De gedachte dat de DNB de rente kan sturen, de economie kan sturen met de rentestand. Dat daar zijn veel wetenschappelijke publicaties die dat dus betwisten. Als je zoveel geld maakt, dan moet die rente wel naar nul gaan.
En dat heeft dan weer een heleboel consequenties. En dat is dus een piramidespel wat zichzelf in stand houdt. Waarbij je dus ook, dat denken banken ook, de huizenprijzen blijven doorgroeien. Dus je kunt best wel een grotere hypotheek nemen. We geven loan-to-value ratios van 120% in dit land. In Duitsland 80. Dus daar zit iets structureel fout. Dus ik ben het ook wat dat betreft oneens met mijn CER-collega Berk. We moeten daar maar eens over doorpraten in die CER. Dat er geen structurele fout is. Dit is een structurele weeffout. En dat kan je dus oplossen. En dan kom ik bij mevrouw Schouten door het zo te doen. Een moment, zegt van, moment. Kijk, als ik het goed zie, dan wil de heer Pomman wel even direct reageren op dit punt. Ja, ik zou er heel kort op willen reageren. Wat de prudentiële eisen op dit moment hebben gedaan, is het voor banken duurder gemaakt om hypotheken te verstrekken. Ja, nu. Ja, en wat je meteen ziet, is dat pensioenfondsen hypotheken gaan verstrekken. Dus dat is het punt wat al eerder werd gemaakt. Je kunt best één marktdeel afknijpen of dat verbieden. Maar de markten werken zo dat een ander deel het overneemt. Dus wij als pensioendeelnemers zijn hypotheekverstrekker. Maar dat is heel grappig, want die pensioengelden zijn bestaande gelden. En die banken maken nieuwe gelden. Dus dat is nou precies de toestand. Maar uw punt was dat het de huizenprijzen op doet drijven en hypotheekschulden op. Nee, want als dat de rente is het marktmechanisme. Dus als die pensioenfondsen van ons mijn pensioengeld gaan besteden aan hypotheken, dat moeten ze dan maar zelf weten, dan gaat die rente dus gewoon omhoog en dan komt daar een nieuw evenwicht. Als je het zelf je eigen geld maakt, dan gaat die rente naar nul en komt er nooit evenwicht. Dus er is structureel geen marktwerking in het huidige model. Ik wou naar de mevrouw Schouten toe, met uw permissie, en dan proberen duidelijk te maken hoe dat dan, waarom dat beter gaat in dat alternatief. Daar is het dus zo dat er een koele observerende instantie is, de heer Berk en het DNB. En die kijken dus naar een aantal parameters wat er buiten gebeurt. Je kunt daar dus, en nu komt heel markant, nu komt het maatschappelijke doel komt ineens boven de horizon. Als we over efficiëntie praten, dan is het aan u, parlementaire democratie, om uit te maken wat het doel der dingen in deze samenleving is. Ik heb hier in Den Haag veel rondgelopen en de minister zegt het is BBP-groei en een andere zegt het is volledige werkgelegenheid en een derde zegt het is duurzaamheid. U mag het zeggen. Maar wanneer dat dus een doel is, dan zou je daarop kunnen sturen. Laten we aannemen dat u dus nu in ieder geval zegt we willen prijsstabiliteit. Dan kijk je dus, de DNB kan aardig schatten hoeveel de echte groei buiten is. Dat doen ze nu namelijk ook al hartstikke goed. En op grond daarvan wordt gezegd, van, nou, die 1,5% dit jaar, dan mogen we dus 1,5% van de 600 miljard van ons BNP, moeten wij dit jaar erbij maken. Wou u ook nog om politieke redenen, want dat is uw keus, of wij inflatie of deflatie willen, dat is niet een economisch wetenschappelijk gegeven, dat is uw keus. Als u zegt, van, wij willen de boel aanjagen, duurzaamheidsvraagstukken enzovoort, daarbij ingenomen. Aanjagen met 2% inflatie, moet u weten, dan kunt u nog 12 miljard extra geld bijmaken en besteden dit jaar. Dat zijn hele gevoelige keuzes. Nou is natuurlijk de angst, en dat het woord Zimbabwe is gevallen, en het woord hyperinflatie zal waarschijnlijk ook nog wel vallen zometeen. De angst dat de overheid dan zich misdraagt. Ik wou overigens de voetnoot maken dat al die aantijgingen over de hyperinflatie en zo, die zijn dus uit de lucht gegrepen en die zijn compleet weerlegbaar. Het lag juist andersom. Dat terzijde. Je kunt dus een vierde macht maken, net als een rechterlijke macht. We zijn het toch over eens in dit land dat heel keurig functioneert. Wanneer de staatssecretaris zegt we willen strengere straffen voor mensen die in treinen conducteurs belagen, dan zegt de rechterlijke macht, daar gaat u niet over, dat doen wij zelf wel. Uiteindelijk parlementair democratisch geregeld, maar op grote afstand kan hier dus ook. Daar komt een geldgroeiregel, die kunnen economen met elkaar afspreken. En dat is bijvoorbeeld prijsconstant, net zoveel geld bijmaken als buiten de echte economie groeit. Dan is de waan van de dag helemaal kortgesloten. En vervolgens is het dus aan u om uit te maken waar dat geld dan heen gaat. En die prijsgroeiregel, dat komt dan dus, dat is een vuistregel, dat kun je in je computer uitrekenen. En dat geld wordt dan dus, dat mag de overheid dus besteden via de DNB aan grote projecten of aan belastingverlaging, als u dat politiek prefereert. Dat is allemaal te beslissen. Dan kun je ook nog besluiten dat je de staatsschuld daarmee aflost. Je zult ook, omdat je dus die ruimte extra hebt, minder staatsschuld maken in de loop van de tijd. Nog los van de plannen om dus dat te gaan verrekenen via banken. De oude staatsschuld is een kwestie van smaak. Zou ik zeggen, als je nu begint, dan gaat die staatsschuld geleidelijk dus omlaag. En op die manier is dat dus heel erg goed stuurbaar via die parameters die we nu al goed in de hand hebben. En de politieke intentie die erachter zit. Wat wil je met dit land bereiken? Wil je inflatie ja of nee? Allemaal aan u de keus.
Ik dacht dat ik dan dat punt van die coördinatie. Het gaat dus de centrale bank gaat dat dan dus voor ons doen. U kunt daar dus niks over zeggen, want het is één keer vastgelegd in de wet hoe die geldgroeiregel is. En vervolgens is het aan u om te zeggen van we gaan het daar en daar aan besteden. Onderwijs of duurzaamheid. Ja, dus daarmee. Ik wou nog even de dekking, is daarmee de dekking ook? Wordt dat dan gedekt, zoals de heer, en waarmee? Hè? Die dekking, dat is weer die schulddiscussie. De dekking is het land buiten waarin meer innovatie is geweest, waarin we gegroeid zijn, waarin een fysieke groei is gerealiseerd, dankzij ons alle inspanningen. En omdat we die prijs constant willen houden, moeten we meer geld maken. En dat geld, dat wordt dus, net zo goed als dat banken dat nu drukken, wordt dat schuldvrij gedrukt door de Nederlandse bank. Die geeft het aan deze of gene minister en die koopt daar dus infrastructuur voor. En dan gaan er dus nogmaals, pas dan, niet nu meneer Draghi aan het werk is, maar pas dan gaan er dus aan de vraagkant van de economie, wordt de vraag gestimuleerd, gaan bouwvakkers aan de gang en komt die economie op gang. Mijn hoogleraar economie heeft mij uitgelegd dat we Keniaans zouden kunnen sturen in de economie, dat we dus de vraag zouden kunnen stimuleren en remmen. Dat is dus niet gebleken in 2007, 2008. Maar als je dit gaat doen, dan kan je dus wel sturen met die geldhoeveelheid. Het is een misvatting te denken dat het de rente het proces stuurt. Nee, de hoeveelheid geld die je erin stopt, vooral aan de vraagkant, de directe vraagstimulering, dat werkt dus heel sterk door op die economie. Dus dan zouden we wel kunnen gaan doen wat economen al heel lang claimen, namelijk die economie sturen, remmen, gas geven, zodat die op een stabiele manier zich kan ontwikkelen. En dan ook nog eens een keer in een door u gekozen richting. Dank u wel. Ja. Dan tot slot nog de heer Bezemer over de staatsschuld. Dus de relatie van het plan tot de staatsschuld. Dank u. Even de microfoon van de heer Van Egmond, alsjeblieft. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, ik denk dat staatsschuld hier in deze discussie echt een ander onderwerp is, eerlijk gezegd. Niet omdat die niet relevant is en ook in het voorstel zijn er ideeën om die staatsschuld dan weg te kunnen strepen. Dat kan ook. Maar dat zouden we nu ook kunnen doen. Hè? Als je de banken dwingt om de staatsschuld die ze hebben, om die weg te strepen, dan zouden we nu ook obligatiehouders daartoe kunnen dwingen. Een wet maken die ze daartoe dwingt. Nou, ik ben er niet voor, maar ik denk dat dat een andere discussie is dan of we een ander geldstelsel moeten hebben. Wat ik wel wil zeggen over de staatsschuld is dat het belang daarvan zwaar wordt overschat in verband met private schuld. Wat ik net al zei, staatsschuld is ongeveer 80%, private schuld in ieder geval 200%, waarschijnlijk veel meer, afhankelijk van hoe je het meet. En de staatsschuld ontstaat als er tekorten zijn. De tekorten betekent alleen maar dat de overheid meer uitgeeft dan ze uit de economie weghaalt. Nou, dat is een goede zaak, denk ik. Dus overheidstekorten zijn geen probleem. Het woord is heel erg naar, de retoriek is naar, tekort. Oh, dan mist iets, dan gaat iets fout. Tekorten doen juist de economie groeien. Als je de naoorlogse jaren kijkt, zijn er tekorten geweest in goede tijden, in slechte tijden. Dat zegt niet zoveel. Dus die Maastrichtregels van 60% enzovoort, dat is echt kolder. En daar moeten we vanaf. En we moeten ons niet zoveel zorgen maken over de staatsschuld. We moeten ons veel meer zorgen maken over de private schuld. Dank u wel. Ik zie dat de heer Omtzigt nog een vraag heeft. Ja, ik heb een gedeeltelijk antwoord gehad net op mijn vraag over van is het geld gedekt? Het geld is dus niet gedekt. Het is dus een instelling die wel geld uitgeeft, maar waar geen achtervang aan zit. Maar er waren nog twee andere subvragen die daarin zaten. En de eerste subvraag was wat doe je met een krimpende economie? Betekent dat als de economie krimpt dat je geld uit die economie haalt? Weet wel wat je dan doet. Hè? Ik bedoel, geef even de pijn aan. Ja, en wie onteigen je? Of moet je het dan via belastingen financieren in een tijd van een krimpende economie? Dat zou een procyclisch iets opleveren. En u ging er volgens mij voor het gemak van uit dat er een nieuwe geldeenheid komt. Inderdaad, de inleiders zeiden, we hebben nu M0, M1, M2 en zelfs nog een aantal tussenvarianten, M3, M4. Maar u ging ervan uit dat de hoeveelheid geld net zo groot is als de hoeveelheid BBP. Wat die dus in ieder geval op dingen niet is. BBP rekenen per jaar. We zouden ook BBP per maand kunnen doen. Hè? Ik bedoel, alles kan. Dat zou wel een enorme toename zijn als dat de primaire hoeveelheid geld zou zijn die je in een economie zou zetten. Dus hoe kom je eraan dat je voor elke euro BBP 1 euro geld zou moeten gaan uitgeven. Volgens mij zou dat heel deflatoir zijn. De heer Van Egmond, na een ronde af. Om eens met het laatste te beginnen, dat is ook niet het idee. Het idee is dat je de prijs constant houdt.
En je kunt natuurlijk ook in, kijk, in zo'n model, dat is natuurlijk geduldig, weet ik ook wel, maar ik denk dat dat goed realiseerbaar is. Andere modellen komen met dezelfde bevindingen. Daar stuur je dus zoveel geld dat systeem in als nodig is om die prijs in dat hele economische mechanisme constant te houden. En als buiten dus een bepaalde groei is van de fysieke wereld, dan mag je ook dat in procentuele geldtermen begeleiden met een procentueel gelijke groei in de hoeveelheid geld die in omloop is. En dat hoef je dus ook niet te dekken, want een bank die nu dat geld maakt, dekt dat ook niet. Dan kun je zeggen, er staat een huis tegenover, ja, met een hele inflatoire bubbelprijs. Dus dat die dekking is daar ook niet. Ik lig dus helemaal niet wakker van die dekking. De dekking is het feit dat geld helemaal onaantastbaar is. Dat dus ook op rekeningen staat waar niet mee wordt gespeculeerd of gedaan. Je kunt iedere burger, wat Lincoln al zei, kan je garanderen dat hij zijn geld houdt. Voor een heel laag percentage. Maar dat is dus, dat is geen speculatief geld of wat geleend wordt. Dat is gewoon geld wat in omloop wordt gebracht door de overheid om die prijs constant te houden. Dus ik zie wat dat betreft niet het probleem of het dekkingsprobleem. Als die economie krimpt, dan krijg je dus juist de prijsdeflatie, is dan een neiging. Dat zie je dus nu ook Draghi doen. Die gaat dus nu geld daarin pompen om dat te stimuleren. Ik zou erover moeten nadenken. Ik zou de neiging hebben om te zeggen van nou, een krimpende economie, daar doen we gewoon niks aan. Want dan zou er dus eventueel een zekere inflatie kunnen komen als er dan te veel geld zou zijn. Ik denk niet eens dat dat zo werkt, maar goed, dat zou niet erg zijn. Want we hebben dus nu de afgelopen jaren een gigantische inflatie georganiseerd met z'n allen. Dankzij die 700 miljard en die prijs, die factor 10, is de reële prijs is met een factor 10 toegenomen de afgelopen decennia. Vraag dat maar aan de mensen. En dan is het ook nog eens een beetje bezwaarlijk dat dus in onze consumentenprijsindex waarmee we die inflatie meten. Mevrouw Schouten over de vraag van welke parameters meten we dan. Ik heb in mijn vorige functie als directeur Milieuplanbureau in deze zaal met herhaald over opgewonden dat dus de huizenprijzen, de echte huizenprijzen, niet in dat mandje van het CBS zitten met die prijsindex. Dus dan lijkt die inflatie lijkt nog aardig in controle. Maar als je dat mee gaat rekenen, dan schrik je je dood. Dus er is helemaal geen enkel probleem om wat dat betreft te zeggen van nou, als de economie krimpt, doen we gewoon eventjes niks. Nog als opmerking misschien, als ik die mag maken. Er was een punt ook van die staatsbanken en die depositobanken. Ik heb ook vanuit mijn vorige werk hier in Den Haag toevallig de vergaderingen op hoog niveau bijgewoond, waarbij de postbank werd opgeheven. Dat gebeurde in een zeer euforische stemming. Ik kan me voorstellen dat we gewoon die postbank weer terug oprichten. Dus na de rode leeuw, met alle respect, of de oranje leeuw, doen we dan de blauwe leeuw weer terug. En dan hebben we gewoon die postbank waarop je dus geld heel saai met bijna 0% rente hebt. Maar dan garanderen wij als gemeenschap, als overheid, aan burgers dat er een plek in de wereld is waar hun geld gewoon veilig is. Net zo goed als dat je een stukje grond van een boer bij het kadaster veilig is. Daar wordt niet mee gespeculeerd en gerommeld. Dat is een eigendomsbewijs van jouw waarde. En dat zou dus prima kunnen op zo'n blauwe leeuw postbank. Dank u wel. Dan nog de heer Bezemer en de heer Berk. Ja, onze tijd is bijna op. Maar volgens mij is één vraag waar we misschien mee naar huis moeten gaan om over na te denken die dit debat scherp stelt. Er werd net gezegd van, nou, als we zien dat de groei daarbuiten, dat is heel veelzeggend, daarbuiten zo hoog is, dan kunnen we dat begeleiden met een bepaalde hoeveelheid geld. Maar het punt is nu juist, het nieuwe geld, het krediet, het uit het niets geschapen geld, dat maakt de groei mogelijk. Dus je weet niet wat het gaat worden. Als iemand in een garage een geweldige uitvinding doet, dan weet die vierde macht dat niet. En die creëert daar dus geen geld voor dan. En dat is juist het belang van decentrale geldcreatie. En dan de heer Berk. Ja, ik kan toch de verleiding niet weerstaan. Misschien krijg ik spijt. Maar ik wil toch heel even mijn CER-collega. Permitteer me dat ik het oneens ben als hij zegt dat deflatie even geen probleem is. Deflatie is een heel groot probleem. Zeker gelet op het punt van collega Bezemer over de hoge publieke, maar ook private schuld. Als je deflatie hebt, dat is een uiterst ongename situatie, met name voor schuldenaren. Dus zeggen dat het niet zo'n probleem is, in ieder geval die mening deel ik niet. Het tweede punt, en dan kijk ik ook nadrukkelijk naar dit huis. De voorstellen van het burgerinitiatief hebben wel heel veel vertrouwen in de overheid en met name in de kredietwaardigheid van de overheid. Wat gebeurt er nu als wij of het buitenland, want we zijn een klein land, die kredietwaardigheid in twijfel trekken? Wat er in dit systeem eigenlijk gebeurt is dat we vertrouwen
dat die kredietwaardigheid altijd op peil blijft. Nou, er zijn voorbeelden, daar gaan we nu niet op in, dat dat een issue is. En als dat een issue is, dan vermoed ik dat dit een groot probleem in het systeem is. En tenslotte, wederom, wij zijn die dingen allemaal samen overigens, wij zijn een kleine open economie. Er werd net al door de omzicht gezet over de relatie over de hoeveelheid geld en het bbp. Wij hebben ook te maken met buitenland, met financiële stromen in buitenland en terug naar Nederland. En geld kan zomaar weglopen in een geliberaliseerde wereld. En dat betekent dat die relatie tussen de hoeveelheid geld en het inkomen is een hele lastige. En ik refereerde in mijn introductie aan de ervaringen die centrale banken in de jaren 70 en 80 hebben gehad met geldgroeidoelstellingen. Die zijn in een geliberaliseerde mondiale financieel stelsel is dat bijna niet, nou zeg maar gewoon niet te doen. Dus zo'n overheids- of een kredietcomité of een geldschikkingscomité, ja, ik wens ze heel veel sterkte. Maar ik denk dat het een uitermate lastige zaak wordt om de hoeveelheid geld die dan geschapen moet worden te bedenken die passend is bij de economie. En als je mis zit, dan introduceer je alleen maar meer ruis. Dank u wel. Goed, dank u wel. Daarmee wil ik afronden even het proces, hoe dat verder gaat hier in de Kamer. De Vaste Kamercommissie Financiën zal een voorstel doen aan de Kamer hoe dit initiatief wordt behandeld. En de besluitvorming voor de Vaste Kamercommissie vindt plaats op 28 oktober in de procedurevergadering. Dus dan zal dit punt terugkomen op de agenda van de procedurevergadering voor financiën. Rest mij nog dan alle inbrengers te danken, als ik even mag afronden. Alle inbrengers te danken voor hun inbreng en ook het levendige debat. Ik wil u heel hartelijk danken voor uw belangstelling en ook de mensen in de andere zaal beneden. Hartelijk dank voor hun belangstelling. En ik denk dat dit nog niet het einde is van dit debat, als ik dit zo hoor. Dus, en dan wil de heer Wortman tot slot nog wat zeggen. Dat puntje wil ik inderdaad maken. We hebben wat over hoop gehaald. We willen graag helpen om het ook goed te laten landen. En misschien is het handig als we gewoon nog een tweede ronde doen. In ieder geval schriftelijk, om een aantal dingen helder te krijgen. En misschien wel ook live. Dus dat is even een suggestie die ik wil doen. Nou, die suggestie die nemen we mee als Kamercommissie. En ook dat kunnen we meenemen dus in die overweging op 28 oktober in die procedurevergadering. U allemaal heel hartelijk dank voor uw komst. Ik sluit de vergadering. APPLAUS